Ja, we praten over deze vragen met drie bijzondere gasten vanavond. Allereerst demissionair minister voor rechtsbescherming Sander Dekker. Ex-gevangenisdirecteur Frans Douw. En officier van justitie Disa Gironet. Maar allereerst zit hier bij mij aan tafel Marjolein Knol. Marjolein is journalist en podcastmaker. En ze zit hier vanavond bij ons omdat zij de podcast Buiten de Muren heeft gemaakt. Waarin ze twee gevangenen volgt op hun weg naar een vrij leven buiten de gevangenis. De podcast is vanaf 12 mei te horen via al uw podcast-apps. Maar speciaal voor u vanavond staat, als het goed is, na deze uitzending alvast één aflevering klaar om direct naar dit programma te luisteren. Marjolein, welkom. Ik ben heel erg blij dat je er bent vanavond. Dankjewel. Vertel ons even, waarom deze podcast Buiten de Muren? Dat begon eigenlijk heel lang geleden, toen ik zelf voor het eerst in een rechtszaal zat als verslaggever en verslag deed van, zij heette toen Bonnie en Clyde. En zij trokken door heel Nederland. Ze lieten een soort van geweldspoor achter zich. En ik zat daar zelf als jonge verslaggever en keek naar de twee daders, of toen nog verdachten. En voor het eerst kon ik mij verplaatsen, of keek ik naar de vrouwelijke dader. Mm-hmm. En kon ik mij soort van verplaatsen in haar. Wat voor mij een hele rare beleving was. Dat het niet zo zwart-wit is. Maar dat ik misschien kon bedenken dat als in mijn leven anders was gegaan, ik daar misschien had gezeten. We waren precies even oud. En zo is dat ooit ontstaan. En zo ben ik daarin geïnteresseerd geraakt. Ben ik de gevangenis in gegaan. Maakte ik mijn eerdere podcast Binnen de Muren. Een portret van P.I. Veenhuizen. Mm-hmm. Gevangenis al daar. En daar ontstond weer het idee voor Buiten de Muren om ex-gedetineerden een gezicht te geven en te kijken hoe dat proces nou eigenlijk gaat. Ja, en ook misschien omdat je benieuwd was van hoe loopt het nou met deze mensen af die ik hier nu Precies, ja. Hey, en ik was zo benieuwd, heb je eigenlijk alles, mocht je overal bij zijn, kon je alles opnemen? Want voor zover ik weet mogen gevangenen over het algemeen niet met journalisten praten zomaar. Nee, dat klopt. Ja, dat was heel uniek. En ik heb daar ook, dat was echt niet vanzelfsprekend. Ik heb daar wel heel veel moeite voor moeten doen en gesprekken gehad natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk overal bij mogen zijn. Ik heb deze twee mannen, Harry en Bram, opgezocht in hun cel waar ik met ze heb gesproken. Ik was erbij op de dag van de vrijlating. Al hun reclasseringsgesprekken was ik in principe bij. Dus ik echt op heel unieke momenten ze hebben mij ook heel veel vertrouwen gegeven. En dat vind ik heel bijzonder dat ik daarbij mocht zijn. En ik denk dat je hebt niks hoeven tekenen van als er iemand begint, als er een opstandje ontstaat of een opstootje ontstaat, ja, dan moet je wegwezen. Ja, er waren wel een paar regels natuurlijk. Dus Harry en Bram moeten anoniem blijven. Oh, ja. Het zijn ook niet hun echte namen. En dat is het respect voor de nabestaanden vooral. Dat is een regel dat ik met heb af moeten spreken. Dat was het enige eigenlijk. Dat is het voornaamste. En wel echt dat het vooral over de serie moest gaan. Dus als ik daar iets tegen zou komen in de gevangenis, dat ik dan niet gelijk mee de NOS zou bellen van jongens, dit zou vandaag gebeuren. Het ging echt alleen om de serie. Wat voor mij als journalist best wel even slikken was natuurlijk. Ja, maar ik dacht aan het grotere geheel. Je hebt dus echt op sommige momenten gedacht wel van even dit mijn mag ik niet bijten. Naar buiten brengen. Of dit ja, ja, natuurlijk. Ja, dat is een zo'n gesloten wereld als je daar rondloopt. Maar ik ben er nu ontzettend dankbaar voor dat het zo is gegaan. En ik denk in het grotere geheel dat het heel goed is geweest, ook voor de gevangenis, om gewoon wat langer te kijken. Niet alleen één dagje naar een kort nieuwsfeitje, weet je. Maar om daar een half jaar rond te lopen. Ja, uiteindelijk ben ik nu ook toch echt nog wel, ik denk zeker nog een half jaar in de gevangenis geweest. Opnieuw ook voor dit project, terwijl buiten de muren is. Er is dus iets wat je meegemaakt wat je niet mocht vertellen of niet naar buiten mocht brengen, maar uiteindelijk moet ik dan aan denken? Nee, uiteindelijk zitten toch nog wel dingen in de serie, zoals bijvoorbeeld Bram, die zit op een drugsafdeling. Ja. Nou, op dat moment kon ik daar niks mee. Maar nu heeft het alsnog een plek gekregen in de serie. Van hoe dat dan werkt, dat er blijkbaar drugs is. Hè? Natuurlijk in de gevangenis, hoe dat dan binnenkomt. Dat kan. Gaan we het zo meteen ook nog, komt later ook nog ter sprake. Hey, maar ik was benieuwd, je hebt zoveel tijd in zo'n gevangenis doorgebracht. Is er één moment wat je heel erg is bijgebleven, wat je nooit meer zal vergeten? Want ik heb een paar afleveringen mogen luisteren en het zijn toch best wel heftige gebeurtenissen. Ik kan verklappen dat het op een gegeven moment misgaat.
En dat moment, dat ik gewoon niet zien aankomen. En achteraf denk ik ook, hoe had ik dit niet zien aankomen? Wat gaat er mis? Want je moet mensen nu natuurlijk even lekker maken, dat ze die podcast gaan luisteren, zonder al te veel. Nou ja, kijk, Harry en Bram komen vrij. En een heel groot deel van de gedetineerden gaat uiteindelijk weer de fout in. 40% van de gedetineerden pleegt... Of belandt binnen, nee, dan moet ik het even goed zeggen. Komt binnen 2 jaar weer in aanraking met justitie. De kwart helft komt binnen 2 jaar weer in aanraking met justitie. En een kwart komt weer in de gevangenis terecht. Denk daar maar aan als ik zeg dat het misgaat. Oké. We zullen het zien. We zullen het horen. Marjolein, tot slot. Heel Nederland gaat zo meteen een podcast luisteren. Hoop jij natuurlijk. Hoop ik ook voor jou. Wat hoop je dat deze mensen meenemen? 2 dingen. Hoop ik aan de ene kant dat, dat het misschien iets menswaardiger mag zijn. Dat deze mannen, ook al zie je dat nu niet op de foto, ook een gezicht hebben en een naam. En dat het niet zomaar ex-gedetineerden zijn, maar dat het Harry en Bram zijn met een verleden. Dus dat we daar misschien iets meer gevoel bij krijgen. En het stigma rond ex-gedetineerden, de angst die er is, dat het misschien een beetje kan verdwijnen. Dat zou heel mooi zijn, dat aan de ene kant. En aan de andere kant zou ik het heel mooi vinden. Wij luisteren nu heel erg naar het onderbuikgevoel. Hè. Er is een rechtse roep om strengere, langere straffen. Maar om toch ook te kijken naar wetenschappelijk onderzoek. Want dat ligt er. En dat is soms misschien, denk ik, wat belangrijker dan alleen maar om te luisteren naar het onderbuikgevoel. Wat zegt dat onderzoek dan? Nou, bijvoorbeeld dat het helemaal geen nut heeft als je kijkt naar de recidive, de kans dat het fout gaat om iemand heel lang te straffen. Dat het niks uitmaakt of iemand 10 jaar in de cel zit of 10 maanden. Dat iemand even vaak weer de fout ingaat. Ah, zo. Oké. Ook daar komen we denk ik later nog op terug. Marjolein, voor nu wil ik je heel erg bedanken. Ook op het eind kom ik nog even bij je terug trouwens, om te kijken of je nog vragen of belangrijke aanvullingen hebt. Maar voor nu gaan we kijken naar de trailer, naar de podcast. Bij de nachtwinkel had ik een zakje sloep gestolen. Ik zit nou even binnen, ja. Een straf van 9 jaar. Ik ben zo weer buiten, joh. Dat gaan we, hoor. Ik wil je niet weer zien. Ja, ik wil wat gaan ondernemen. Ik wil een broodjeszaak gaan beginnen. Kijk, ik had alweer een heleboel tekeningen gemaakt. Je zou daar een expositie van kunnen maken. Zo. Achter de deur zitten. Alles. Nee, het is allemaal eerlijk. Ik hoef het niet op te nemen, hoor. Ik wil hem wel wegleggen, maar ik ben wel oprecht benieuwd. Ja. Als ik geen slaapplek heb en geld moet hebben, dan komt het dus voor dat ik dus in opvang gebleven. En de rechtbank heeft omtrent de straf het volgende overwogen. Ik vind het nogal heftig allemaal. Ja, welkom bij mij hier aan tafel, demissionair minister voor rechtsbescherming Sander Dekker. Fijn dat u er bent. Frans Daal, oud-gevangenisdirecteur en werkte meer dan 40 jaar in het gevangenisleven, verschillende gevangenissen en inrichtingen. Hij zet zich in voor menswaardige detentie, schreef het boek Het zijn mensen. En is ook nu na zijn officiële pensioen nog heel erg druk in de weer met onder andere de Stichting Herstel en Terugkeer en ook zijn eigen podcast The Prison Show over justitie, straf, herstel en alles daaromheen. Welkom Frans Daal. Dankjewel. Tot slot zit hier aan tafel Disa Gironet. Zij werkt al meer dan 12 jaar als officier van justitie. Of al meer dan 12 jaar voor het OM en nu als officier van justitie in Amsterdam. En ook jij schreef een boek, Misdaad en Mededogen. Veel te bespreken vanavond. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. En ik wil eigenlijk meteen door naar de eerste stelling van vanavond.
En die luidt als volgt. Het Nederlandse rechtssysteem neemt menselijkheid genoeg in acht tijdens het bepalen van een passende straf. En voordat we daarover gaan praten, wil ik even gewoon handen omhoog. Wie is het eens met de stelling dat op dit moment het Nederlandse rechtssysteem menselijkheid al genoeg in acht neemt? Ja. Ik zie hier één hele trotse ja. En soms wel, soms niet. En juist omdat het niet altijd is, zou ik dan oneens moeten zijn met de stelling. Oké. Nog niet. Nog dat is niet. Altijd het nadeel van een stelling. Het is voor of tegen. Maar je moet, weet je, daarna mag je de we uitleggen. Hebben één voor, we hebben twee tegen. Dat is het woord voldoende geeft het voldoende, dat geeft voldoende ruimte, zeg maar. Ja, precies. Je moet er niet mee eens zijn. Helemaal goed. We gaan het daar zo meteen uitgebreid over hebben. Ik wil even beginnen met u. U vindt het huidige systeem al menselijk genoeg? Ja, kijk, wat ik wel mooi vind, en het werd net bij de intro van de podcast ook gezegd, is dat je altijd oog blijft houden voor de mens achter de verdachte of als iemand veroordeling heeft gekregen, veroordeelde of de ex-gedetineerde. Omdat dat volgens mij ook nodig is als je zegt, joh, iedereen verdient een tweede of een derde of vierde kans. Ze willen ook de straf zo goed mogelijk benutten om ervoor te zorgen dat je niet weer de fout ingaat. Mm-hmm. En dan helpt het niet om een heel groot stempel op iemands voorhoofd te plakken. Dus dat idee van menselijkheid, dat spreekt mij bijzonder aan. Okay. Als het gaat om het bepalen van een passende straf, dan gebeurt dat eigenlijk niet in de gevangenis, maar al daarvoor, in de rechtszaal waar jij ook staat. En ik heb wel een groot vertrouwen in ons rechtssysteem dat officieren van justitie en rechters ook bij het bepalen van hun straf goed kijken naar de, mm-hmm. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte. We gaan het daar zo meteen ook nog uitgebreider over hebben. Maar allereerst wilde ik even de volgende vraag aan u voorleggen. En dat is, we zien dat het de afgelopen jaren steeds veiliger wordt in Nederland. Hè? Dat is eigenlijk heel erg goed nieuws. En dat mensen zowel de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid wordt beter en groter. Tegelijkertijd zijn we veel harder gaan straffen. Is dat niet paradoxaal? Ja en nee. Dat heeft wat te maken met het maatschappelijke klimaat en de acceptatie. En voor sommige delicten vind ik het ook niet gek dat we zwaarder zijn gaan straffen. Bijvoorbeeld zware gewelds- en zedendelicten. Daar zie je dat wat is toegenomen. Daar zijn de strafmaxima ook verhoogd. En daar hebben rechters ook gebruik gemaakt van die ruimte die we ze hebben gegeven als wetgever. Tegelijkertijd zien we juist dat onze gevangenissen steeds leger zijn. En dat ook het aantal gedetineerden per hoofd van de bevolking de afgelopen 10, 15 jaar met ongeveer een derde is afgenomen. Ja. Dus het is niet zo dat we nou over de hele linie een knoeterhard strafklimaat hebben met overvolle gevangenissen. Ik ben juist de afgelopen tijd in de weer geweest met het sluiten van gevangenissen, omdat dat ze overleefd hebben. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd, we horen wel ook duidelijk een roep op specifieke vlakken dat er zwaarder en harder gestraft moet worden. Waar komt die roep in de samenleving vandaan, denkt u? Ik denk dat die roep er altijd wel is geweest en dat dat ook voor een deel wordt bepaald door mensen die slechts een fractie meekrijgen van wat er is gebeurd. Mm-hmm. Interessant wetenschappelijk onderzoek gedaan is dat als je mensen bij wijze van spreken vraagt op basis van de headlines in het nieuws, wat vind je van deze straf, dan zeggen ze dat is te laag. Mm-hmm. Maar dat als je mensen meer meeneemt in de overwegingen die een officier van justitie of een rechter uiteindelijk betrekt in het bepalen van zijn strafhoogte, er niet zo heel veel verschil zit tussen de straf die rechters opleggen of de straf die zeg maar leken burgers zouden opleggen. Mm-hmm. En dat zegt mij ook wel wat, dat wij een eerlijk rechtssysteem hebben. Hoe vindt u dat het zit, meneer Douw? Ja, ik vind dat het zeker de laatste 10, 15 jaar steeds repressiever wordt. Zeker de laatste 10 jaar. Het beleid? Het beleid, ja. Ja. Ik vind dat er... Kijk, als je bijvoorbeeld alleen al het introotje, hè, wat Marjolein ook laat zien, dan zie je dus dat gedetineerden niet mogen spreken met familie. Of met de pers bijvoorbeeld, om maar eens een voorbeeld te noemen. Mm-hmm. Gedetineerden zijn mensen met stemrecht. Ze hebben ook vrijheid van meningsuiting. Dat is keer op keer is dat, zeg maar, daar is jurisprudentie over. En geen enkele gedetineerde krijgt toestemming om met de pers te spreken, terwijl ze dat op voorwaarden wel mogen doen. Mm-hmm.
Ik hoor, ik zie die laatste wet die ingevoerd is. Dan zie ik dus heel erg dat die tegemoet komt aan het onderbuikgevoel. Even uitleggen voor de kijkers, welke wet gaat het over? Ja, hoe heet die ook weer, minister? Straffen en... U weet er veel vanaf, dus. De wet straffen en beschermen. Ik ben benieuwd. Straffen en beschermen. Ja. En wat ik gewoon zie is dat zowel in de regelgeving als in de uitspraken... niet alleen van deze minister, maar ook van een aantal voorgangers van hem... hij voortdurend het beeld neerzet dat ze zitten niet voor zweetvoeten. Hè, dat is er eentje, dat is een authentieke. Het beeld neerzet dat het toch wel gaat om hele, toch wel andere mensen als die wij zelf zijn. Hè. Dat is in ieder geval het beeld wat opgeroepen wordt. En dat hij vooral heel erg luistert naar de onderbuik. Van, zoals hij net al even zei, hè, hij noemt dat dan de maatschappelijke sfeer die veranderd is. Hè, de sfeer in de samenleving. Ik denk ook dat het te maken heeft met politici die ons een beetje minder inschatten als dat ik denk dat wij zijn. Want ik denk dat wij heel goed in staat zijn om te begrijpen dat wat effectieve straffen zijn. Hè? En ik verwacht van de minister dat hij dat ook op een gegeven moment gaat uitleggen. Mm-hmm. Kijk, als ik op de bank zit en ik zie mensen plunderen in winkels en dat soort dingen... Ja, je wil niet weten wat ik dan tegen mijn vrouw zeg. Maar stap 2 is wel dat ik ook kan nadenken over hoe kun je nou interveneren op een manier dat de samenleving veiliger wordt, dat het ook effectief is. Ja, als iemand iets doet die daar rondloopt en waar ik dus heel boos op ben omdat hij in die winkel loopt. Maar hij heeft een gezin en een vrouw die ziek is en hij is zelf half overspannen. Dan is het nog steeds niet goed dat hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft. En we moeten daarop reageren. Maar het is ook niet de bedoeling dat we dat gezin naar de galopmies helpen. Want dan zijn we nog veel, veel verder van huis. Ja, ja. Dus u zegt eigenlijk, minister, luister niet alleen naar het onderbuikgevoel van mensen. Maar wat moet er dan wel gebeuren? Nou ja, een voorganger van meneer Dekker die zei een keer tegen me van... ik hoef niet te doen wat goed is. Ik moet vooral doen wat... mijn electoraat goed vindt. En ik zou heel graag willen, want de minister is toch iemand die... de persoon in Nederland die de grootste beschikking heeft over wetenschappers, beleidsadviseurs, mensen uit de praktijk, die weten hoe het echt werkt. Dus ik zou ontzettend graag willen dat de minister dat gewoon gaat uitleggen wat goed is. Maar dit vraagt haast om het tegenwoordig. Ik laat u heel even inderdaad daarop reageren. Het lijkt me ook handig om even uit te leggen wat uw plannen zijn. Dus wat staat er in die wet en wat, even heel kort en bondig, hè? Dus we hoeven niet, even kort, wat zijn de belangrijkste punten uit die wet? En komt u daarmee tegemoet aan een onderbuikgevoel vanuit de samenleving? Of is het uw eigen visie van wat goed zou zijn voor een goed werkend systeem? Dat laatste. En daar hebben we met ook heel veel betrokkenen over gepraat. Ook mensen in de uitvoering, in gevangenissen zelf, maar ook gemeente, reclassering, openbaar ministerie, noem maar op. Het is niet zo dat de ambtenaren op het ministerie dit allemaal zelf hebben verzonnen. Er gaat heel veel voorbereiding in zo'n wetgevingstraject zitten. Wat die wet eigenlijk doet, is twee dingen. Als je nou kijkt naar wat is een doel van straffen, dan zou je kunnen zeggen, dan zijn er twee doelen. Het eerste is de vergelding. Een straf is ook gewoon een straf. Dat is misschien wel het eerste doel van een straf. Er moet een rekening vereffend worden. Iemand heeft iets heel slechts gedaan, heeft slachtoffers gemaakt. Ja, dat kan niet ongestraft voorbij gaan. Dat is ook het hele idee van strafrecht. Dat herkennen we denk ik allemaal. Dat herkennen we allemaal. En dan het tweede deel is vervolgens om te kijken van kan je dan die straf en bijvoorbeeld een tijd in de gevangenis ook op een nuttige manier gebruiken, dat je daarmee de kans dat iemand na zijn straf nog een keer in herhaling vervalt zo klein mogelijk maakt. Dat zijn eigenlijk de twee hoofddoelen en die hebben we op allebei de kanten proberen te versterken. Aan de ene kant door te zeggen het is belangrijk dat de uitgevoerde straf dichter komt te liggen bij de straf zoals die is ook is uitgesproken door de rechter. Hè. Er zijn nu heel veel mensen die vinden het toch vreemd dat iemand die
21 jaar heeft gekregen na 14 jaar al met voorwaardelijke invrijheidstelling gaat. Want nu is het dus zo dat je in principe na twee derde van je Twee derde van je straf. En dat weet de rechter hoor, als hij de straf oplegt. Precies, van, ja. En dat hij van rechtswegen vrijkomt. Dat is ook inderdaad, meneer Douw zegt. Vind ik dan, ja. Dat hebben we beperkt, hè, tot twee jaar. Ja, maar dan denk ik, op het moment dat... Laat me even afmaken waar die wet voor stond. Dan kunnen we straks daarover gaan. Het vraagt om een reactie. Tot twee jaar. Ik denk dat beter is, dat je dan niet die verontwaardiging hebt die er nu vaak is. En mm-hmm. Dat vind ik overigens ook terecht, die verontwaardiging. Dat begrijp ik heel goed. En het tweede is dat we hebben gezegd, oké, maar dan moet je aan de achterkant ook gedetineerden meer gaan begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving. Dus er zit een heel pakket aan maatregelen in om de reïntegratie beter te maken. Eigenlijk het idee dat je vanaf dag 1 in detentie gaat werken aan je terugkeer. En een belangrijk element in die twee is dat we veel meer gaan kijken naar gedrag. Mm-hmm. Goed gedrag wordt beloond. Je kunt je verlof verdienen, je kunt je voorwaardelijke invrijheidstelling verdienen. Maar ongewenst gedrag heeft ook consequenties. Ja. Want dat betekent minder vrijheid, minder vooruitgang. Minder vooruitgang, minder verlof, minder vrijheid. En minder reïntegratie, zegt meneer Douw. Dat kan uiteindelijk daar wel een consequentie van zijn. Ja. Maar het is natuurlijk ook vanuit het idee dat mensen willen graag naar buiten, willen graag een vrijheid terug. Ja. En dan te laten zien dat het net als in de echte wereld ertoe doet hoe je je gedraagt. Disa, ik wil heel even naar jou. Officier van Justitie schreef het boek Misdaad en Mededogen, waarin je ook heel erg pleit voor een menselijker strafklimaat. Als we luisteren naar deze wet, veel aandacht voor om het recidieven te voorkomen, aandacht voor het traject als je in de gevangenis zit. Hoe kijk jij naar die wet? Ben je positief of zie je ook problemen? Ik denk dat in antwoord op die vraag denk ik dat het belangrijk is om eerst de onderscheid te maken tussen de opleggingen van de straf zelf en de invulling daarvan. Ja. Ik ben natuurlijk als officier van justitie ben ik niet betrokken bij de invulling van de straf. Daar heb ik ideeën over. Dat zou misschien wel ooit... Precies, maar dat is niet mijn taak daarin. En ik denk dus dat de vergeldingskant, waar de minister het ook over heeft, dat ziet vooral op het verleden. Dus het feit dat je iets gedaan heeft, dat vraagt om een sanctie. En daar moet het op. Daar moet de straf passend op zijn. Dat is waar de strafhoogte in zit. Mm-hmm. Dus de hoogte van de straf moet niet gericht zijn op recidievevoorkoming. Dat moet alleen als vergelding zijn op iets wat in het verleden gebeurd is. De wet ziet natuurlijk vooral op de invulling van de straf en met name gericht op het andere doel, namelijk de preventie. Want de wet straf en bescherming, het is natuurlijk enerzijds wat de minister zegt van, nou ja, dus die VI-periode, die voorwaardelijke invrijstelling, dat moet wat korter, omdat dat vanuit de maatschappij vindt men dat niet meer passend. Nou, dat kan een keuze zijn. Is dat ook een goed idee? Ik denk dat het belangrijkste is dat die tijd in detentie, dat die inderdaad beter benut wordt dan nu gebeurt. Ik denk dat heel erg, daar zal meneer Douw meer over kunnen zeggen. Maar ik denk dat de manier waarop de tijd in detentie nu ingevuld is, vrij kaal is. En eigenlijk zonde van de tijd is, zeker als iemand langer vastzit. Kijk, de nieuwe wet die zal alleen invloed hebben op mensen die langer dan 6 jaar zitten. Want onder de 6 jaar is je VI-periode toch 2 jaar of minder, dus dan maakt het niet zoveel uit. Dus het gaat echt om die mensen die sowieso lang zitten. Waarin je dus veel tijd hebt om met mensen aan het werk te gaan. En dat is nu niet zo. En waar ik benieuwd naar ben en oprecht nieuwsgierig ben hoe de minister daartegen aankijkt, is waar we nu zeggen van oké, goed gedrag wordt beloond, dan krijg je meer vrijheden en slecht gedrag wordt niet beloond. Maar ja, mijn idee van de populatie die daar voor de grootste deel in zit, is dat het vooral mensen zijn die niet zo goed in staat zijn om mee te draaien in de samenleving. En dat als we dus hun reïntegratietraject afhankelijk gaan stellen van hun motivatie, we ons als maatschappij eigenlijk afhankelijk stellen voor een deel van onze veiligheid van hun motivatie om toe te werken naar een goede terugkeer. Mm-hmm. Daar ben ik heel benieuwd naar. Is het omdat je dus nu minder een worst hebt om ze voor te houden of minder kaders hebt om dat goede gedrag af te dwingen dan we misschien in het verleden hadden? Dat hoef ik ook niet alleen te doen, hè? Kijk, ik vind dat goede reïntegratie, natuurlijk, uiteindelijk wil je dat een afgestrafte gedetineerde zelf de motivatie in zich vindt om
dat niet meer te doen. En op het rechte pad te blijven. Ja. Ja. Want je kunt er heel veel tegen aanzetten. Maar als iemand die wil niet heeft, dan gaat het ook niet lukken. Ik denk dat we ook daar niet naïef in moeten zijn. Ja. Nee, die intrinsieke maar hulp, is opleiding, werk, iemand begeleiden, goede zorg. Op die vlakken kunnen we echt meer doen. En met deze wet gaan we daar ook meer doen. Mm-hmm. Maar de vraag van Lisa Gironet is denk ik ook heel erg... wat doen we met die groep die niet wil of die niet kan reïntegreren? Er zit wel een verschil die tussen. Niet, dat zijn twee verschillende groepen. Laten we even kijken naar wat doen we met die grote groep mensen. Er zullen zeker mensen zijn die niet willen. Ik geloof dat we daar van alles aan kunnen doen. Wat doen we met die groep die niet kan? De vraag is wat je verstaat onder niet kan... Ik geloof, en ook dat is menselijkheid, en ik ben een positivist. Ik geloof dat mensen ook als ze problemen hebben, dat je ze wel kunt helpen om die problemen te verkleinen. Mm-hmm. En om ze te helpen om een volgende keer op een betere manier zich in de samenleving te gedragen. Het is geen plicht of het is geen must dat je een overval pleegt. Ik zag dat ook net in het filmpje terug. Iemand die zegt, ja, dan heb ik geen geld, dus dan moet ik wel een overval plegen. Mm-hmm. Ja, dat is echt onzin. Er zijn heel veel mensen in Nederland die heel weinig geld hebben... die van heel weinig moeten rondkomen. Ik vind het een haast een belediging om dan te zeggen van... je kan alleen maar via criminaliteit een normaal leven leiden. Ja. Dus ook die mensen maakt toch wel wat bezwaar, hoor, tegen dit beeld. En dan moeten we, denk ik, werken aan... wat kan je doen om iemand te helpen van de drugs af te komen en af te blijven? Dat wat kun je doen aan om iemand aan zijn stoornis te werken? We gaan kijken wat we kunnen doen in de gevangenis. U heeft 40 jaar in gevangenissen gewerkt. Hoe kijkt u aan tegen die groep die niet kan? Ik maak echt bezwaar tegen dit beeld, hoor. Van willen en van kunnen en dat soort dingen. Om te beginnen, 80% van de mensen die in Nederland in de gevangenis zitten... die zitten korter dan een half jaar. Dat zijn ook de mensen die met bepaalde problemen worstelen. Dat kan verslaving zijn, dat kan opleiding zijn, dat kan een verstandelijke beperking zijn. Hè. Ongeveer 40% van de gevangenispopulatie heeft een licht verstandelijke beperking. Dat kunnen allerlei trauma's, komen best wel veel voor bij mensen. Dus dat zijn mensen die inderdaad moeite hebben om op een of andere manier mee te doen. En die komen dan steeds weer terug voor kortere periodes. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want de groep langs gestraften is eigenlijk maar heel klein. Hoe groot is de groep lang gestraften? Nou ja, als 80% zeg maar korter dan een half jaar zit, dan kan je het zelf uitrekenen. Dat is eigenlijk maar een hele kleine groep. Wat er nu gebeurt met de maatregelen die, dat is al een tijdje gaande natuurlijk, maar zeker met deze maatregelen, is dat van die 80% die wordt onderwerp van wat ik het badkuipprincipe noem. Mm-hmm. Ja, dus als jij je netjes gedraagt en je bent in staat om mee te draaien en je kunt kiezen uit een soort positief gevoel over jezelf en over je eigen mogelijkheden, wat je dan met een achtergrond die de meeste mensen hebben ook maar ergens vandaan moet zien te halen. Moet je dan aan de gang om jezelf in de gevangenis zo goed te gedragen... dat je überhaupt in aanmerking komt voor reïntegratiefaciliteiten. Wat er natuurlijk gebeurt, en dat is het badkuitprincipe... is dat een heel groot van deel van de mensen... weliswaar probeert tegen die gladde kant op te krabbelen... maar dat die lopen tegen een rapport aan of iets anders... en die zakken zo weer terug in het putje. Mm-hmm. En alleen degene die op de rand weten te komen... daar willen wij in investeren. En dat is een klein percentage eigenlijk. En dat zijn ook de mensen die we tegenkomen in al die fantastische projecten. Die ik overigens wel fantastisch vind. Hè? Want een aantal van die projecten die in gevangenissen gebeuren... daar heb ik zelf aan de basis daarvan gestaan. Het zijn fantastische projecten. Maar het is gewoon ongelooflijk jammer dat dat vooral bestemd is... voor mensen die eigenlijk zonder die projecten ook wel vrij aardig terecht zouden komen. En kunt u een voorbeeld nemen, want u heeft natuurlijk met zoveel verschillende mensen gewerkt. Kunt u een voorbeeld noemen waarvan, van een gevangene waarvan u denkt... in dit nieuwe systeem zal die nooit zelfstandig op die rand weten te komen? Ja, dat geldt eigenlijk best wel voor een groot aantal mensen. Kijk, ik heb zelf een soort voortzijdend inzicht bijvoorbeeld over verslaving. Ik heb ooit ben ik gestopt met roken toen ik 30 was. En ik weet nog hoe moeilijk dat was. Op het moment dat je verslaafd bent aan drugs en het zit helemaal in je leven verweven. Hè? Je hebt schulden, je hebt allerlei problemen in relaties en ga zo maar door. Probeer er maar eens uit te komen. En wat ik
waar ik van teruggekomen ben, is de houding die ik zelf ook jarenlang gehad heb naar verslaafden. Namelijk, u bent niet goed, want u bent verslaafd. Mm-hmm. U bent verkeerd. U moet veranderen. U moet nu veranderen. En moet ook nu stoppen met drugs gebruiken. Natuurlijk moet je proberen de gevangenis drugsvrij te houden. Maar ik denk dat je ook moet begrijpen dat mensen die verslaafd zijn, op het moment dat ze de gelegenheid hebben om drugs te krijgen, dat die de drugs zullen pakken. Dat hoort gewoon bij zo'n verslavingsziekte. Snap je? Dus wat zal er met die mensen gebeuren? Ja, die komen niet op de rand waar meneer Dekker het over heeft. Mm-hmm. Hè? Waarin ze inderdaad in projecten gereïntegreerd kunnen worden. Dus ik vind dat wel een hele pessimistische kijk, hoor. Wat doe je dan met die mensen? Geef je niet ze op die mensen, hoor. Ja, ik wil even terug naar die groep. U zegt, en meneer Douwe zegt net, en daar schrik ik een beetje van, 40% van de mensen in de gevangenis heeft een verstandelijke beperking. Realiseren we ons dat deze mensen niet door de hoepels kunnen springen die wij ze nu opleggen? Wat gaat u doen met die 40% die dat wellicht helemaal niet kan? Ja, lichtverstandelijke beperking, daar gaat het om een vaak om een laag IQ. Hè? En dat vraagt een hele aparte aanpak. Daar trainen wij ook de mensen voor bij de reclassering en bij de intake. En ook in het gevangeniswezen van hoe je die mensen op een goede manier kunt bejegenen en hoe je ze ook kunt. Want wat gaat u helpen daar concreet voor doen binnenkort? Nou ja, ook daarvoor geldt dat, en dat doe je op, je benadert die op een andere manier dan iemand bij wijze van spreken met een IQ van 120. Maar je laat wel zien wat de consequenties zijn van de dingen die je doet. En mm-hmm. ik ben iets minder pessimistisch dan meneer Douwe. Ik ben juist heel pessimistisch optimistisch over deze groep, hoor. Ik ook hoop daar wil ik graag dat we ook nog iets over zeggen. In slagen met een goede benadering om ook hen te laten zien dat als je andere keuzes maakt in het leven, als je andere dingen doet, dat je ze ook kunt helpen en kunt trainen hoe ze op een betere manier hun vragen kunnen stellen of met hun problemen kunnen uiten, dat ze hulp kunnen vragen als ze dat nodig hebben. Mm-hmm. Dat ze op die manier kunnen omgaan. Maar komt er extra begeleiding voor deze groep in de gevangenis zometeen? Ja. Komt er extra tijd, extra mentoren? Ja. Het begint bij het screenen. Dus het begint bij dat we veel beter dan vroeger kunnen vaststellen dat mensen een lichtverstandelijke beperking hebben. Wij weten ook veel beter inmiddels hoe je die mensen op een goede manier kunt benaderen. En dan maken we dus een tijdvraag. Dus je krijgt dan een soort sticker van... Het idee is natuurlijk om ook aan te geven van dat we kijken naar gedrag, is dat we niet tegen iemand zeggen van, ja, we leggen de lat zo hoog neer, dan moet je overheen springen, en wetende dat niet gaat lukken. Maar ook met mensen die minder kunnen, kan je natuurlijk wel dingen afspreken van doelen waar je naartoe werkt. Okay. En dat denk ik ook nodig, want dat zullen ze in de samenleving ook tegenkomen. Nog een korte reactie. Dan heel graag een optimistisch geluid. De mensen, ik noemde die lichtverstandelijke beperking, maar het zijn gewoon mensen zoals jij en ik, hoor. Die een heleboel kunnen en die een heleboel talenten hebben. En die net als andere mensen in de gevangenis, gewoon, en ze wonen bij mij in de straat en bij jou in de straat, en de meesten functioneren ook gewoon zoals wij in de samenleving, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Het enige wat ze nodig hebben is de ruimte om hun talenten te kunnen ontwikkelen, ook binnen. He, dus en het zijn niet een soort patiënten zijn, of hulpbehoevenden waar we een beetje van bovenaf allerlei dingen voor moeten doen. Je moet eigenlijk een soort basishouding hebben, een positieve basishouding. Namelijk gewoon zien dat dit gewoon hele belangrijke mensen zijn in onze samenleving. Bent u het daarmee eens, Sander Dekker? Ja, en dat blijkt ook wel, omdat heel veel mensen met een lichtverstandelijke beperking ook op een goede manier door het leven gaan. Dus het is niet zo dat als je een lichtverstandelijke beperking hebt, dat je gedoemd bent om te mislukken, mm-hmm, of dat je gedoemd bent om in de criminaliteit te belanden. Alleen de kans is wel groter dat je zeg maar ergens tegenaan loopt, waardoor je in een basisregime terechtkomt. Ja, daar wilde ik het precies even over hebben. Nog als laatste punt, dan gaan we door naar de volgende stelling. Maar dat laatste punt is wel even fundamenteel, denk ik. Want stel nou dat je niet in staat bent om die vrijheden te verdienen. Hè? Dus om die stapjes te zetten om uiteindelijk meer vrijheden te krijgen in de gevangenis, om te mogen werken, om een opleiding te doen. Dat betekent dat je minder vroeg voorwaardelijk vrijkomt. Dus dat je je volledige straf gewoon moet uitzitten en dan op straat wordt gezet. Of op weer terug de samenleving inkeert. Een zorg die natuurlijk leeft bij veel mensen. En die ook in reactie op de wet naar buiten wordt gebracht. Is dat er dus veel te weinig
tijd en ruimte is voor deze mensen om aan hun reïntegratietraject te werken. En dat misschien uiteindelijk de samenleving wel onveiliger wordt als we deze grote groep gewoon boembats op straat neerzetten. Maar dat gaat niet gebeuren. En dat is ook zeker niet de bedoeling van deze aanpak. Wat gaat er dan wel gebeuren? Nou, het idee is dat je veel meer kijkt waar is iemand toe in staat. En dat je eigenlijk vanaf dag één, in plaats van zodra de vrijheid nabij komt, want zo ging het natuurlijk vroeger. Mm-hmm. En dan ging je pas nadenken over reïntegratie aan het einde van de straf. Dat doen we eigenlijk nu bij de intake. Dat je direct kijkt, welke afspraken moeten we maken? Welke problemen moet je aanwerken? Sommige mensen zitten met schulden. Sommige mensen zitten met verslaving. Sommige mensen hebben geen dak boven hun hoofd. Dan moet je de tijd in de gevangenis zo goed mogelijk met hulp gebruiken om aan dat soort dingen te werken. Dat vergroot de kans dat als je vervolgens naar buiten gaat, dat je... dat we bij wijze van spreken echt iemand niet meer terugzien. Dat hopen we altijd. Ja, want meneer Douwe uit ook wel de zorg van deze mensen komen in een basisregime terecht. En er wordt dus helemaal niet gewerkt aan de integratie in dat basisregime. Nee, en het is ook niet zo dat wij enorm en de mensen van de gevangenis enorm moeten gaan werken met deze mensen. Het is vooral zo dat we de mogelijkheden moeten creëren waarin deze mensen zelf met hun dierbaren, die in feite het belangrijkste factor zijn als mensen terugkeren in de samenleving, de ruimte moeten geven om hun eigen weg te vinden om een ander bestaan op te bouwen. Mm-hmm. Disa, nog even een laatste reactie van jou. Over de invulling, over van die... Ja, over hoe jij denkt over dat die grote groep mensen zometeen terugkeert in de samenleving. Nee, ik denk dus dat het enerzijds vanuit humaan oogpunt voor die mensen, maar anderzijds met name voor de beveiliging van de maatschappij is ontzettend belangrijk dat wat de minister nu omschrijft, dat ook daadwerkelijk gebeurt en dat gemonitord wordt. Is het effectief? Wat voor gevolgen heeft het? Sluit het goed aan bij de begeleiding van de reclassering daarna? Mm-hmm. Sluit het goed aan überhaupt bij de tijd na detentie? Misschien komen we daar straks nader over te spreken, maar dat is natuurlijk ook een ingewikkelde klus om de detentieschade te beperken. En ik denk dat het heel goed is dat daar nu meer aandacht voor is en dat the proof of the pudding is in the eating. We zullen het zien of het zo goed uitpakt zoals het de bedoeling is. Ja, en tegelijkertijd is het goed om ook alvast naar de toekomst te kijken en te zien waar mogelijke gevaren liggen. Maar ik wil graag door met jullie naar de volgende stelling van vanavond. Die richt zich op de tijd in de gevangenis. Dus we hebben er al een aantal keer kort over gehad. De stelling is: in de gevangenis is betere begeleiding nodig om gevangenen voor te bereiden op reïntegratie in de samenleving. Ik wil weer even de handen omhoog. Is er betere begeleiding nodig in de gevangenissen om mensen voor te bereiden op hun tijd buiten? Daar zijn we heel eensgezind over. Dat is heel fijn. Iedereen vindt dat er betere begeleiding nodig is. En heel even kort voor de kijkers thuis, hoe is die begeleiding nu? Wat gebeurt er nu als je vastzit? Is het heel sober of wordt er aan alle kanten geholpen om te reflecteren op het verleden en op de toekomst? Of hoe ziet dat eruit? Ja, nou ja, goed. Ik moet helaas zeggen dat het op dit moment behoorlijk sober is. Ja. Ja, er is, wat we vroeger hadden we, zeggen we in Den Haag, hadden we bijvoorbeeld verslavingsreclassering in huis en een aantal maatschappelijk werk en dat soort dingen. Ja, tegenwoordig is dat er niet meer. We hebben weliswaar een reïntegratiecentrum, centra zijn er gemaakt in de gevangenissen, waar gedetineerden naartoe zouden kunnen gaan om wat dingen uit te zoeken en dat soort dingen. Onderwijs is enorm uitgekleed. Dus het is eigenlijk op dit moment heel schamel en heel sober. Waarom is dat uitgekleed? Nou ja, het is een beetje datgene wat de laatste 10 jaar op een heleboel vlakken in de samenleving is gebeurd. Bij het onderwijs en in de zorg en op een heleboel andere punten. Er is heel erg gedacht van geld is belangrijk. Positie is belangrijk voor ons allemaal. We zijn allemaal elkaars concurrent. Hè, want we geloven erin dat mensen op eigen kracht de strijd met elkaar kunnen aangaan en dan verder kunnen komen. En we zijn niet meer zo van het investeren in mensen die dat niet op eigen houtje kunnen. Mm-hmm. En nou, wat je gewoon ziet is dat in het gevangeniswezen met alle bezuinigingen en alle... ik kan me enorme discussies herinneren over de CREA in de gevangenis bijvoorbeeld.
Ik noemde dat de ziel van mijn gevangenis. Dat was gewoon echt de ziel van mijn gevangenis. En wat bedoelt u precies? Dit? Crea, dus allerlei kunstvormen. Ja. Er zijn nu wel wat projectjes, mm-hmm. maar vroeger had je echt in iedere gevangenis een crea waar mensen op allerlei manieren zich creatief konden uiten. Maar voor herstel, voor dingen een plek geven, voor je toekomst verbeelden, voor je eigen talenten ontdekken, is dat een ongelooflijk belangrijke plek was dat in de inrichting. He, terwijl verder in de inrichting het vooral ging over beveiliging en allemaal dat soort onderwerpen, was dat de plek waar mensen op hun talent werden aangesproken. Ik wil heel even naar minister Dekker, want we concluden, u stemde voor de stelling dat er meer begeleiding moet komen in de gevangenissen. Hoe verklaart u dan dat dat de afgelopen jaren juist is afgenomen, dat er heel erg op bezuinigd is? Ik weet niet of dat de afgelopen jaren, een jaar of 10 terug zaten we natuurlijk in een grote financiële crisis en werd niks gevrijwaard van bezuinigingen. En ik denk dat ook toen in het gevangeniswezen wel hier en daar klappen zijn gevallen. En dat betekent, dan ga je vaak kijken naar wat kan minder en waar kan het versoberd worden. Ik vind wel, en ik kom natuurlijk ook veel in het buitenland, spreek ook veel met collega's daar. Ik vind wel dat als je het Nederlands gevangenisregime en het Nederlands gevangeniswezen vergelijkt met heel veel landen om ons heen, is het niet iets om ons voor te schamen. Hè? Ook uit heel veel internationale rapporten komt toch eigenlijk naar voren dat Nederland wat dat betreft gewoon een hele goede basis heeft. Ik vind het alleen niet genoeg. Ik vind als we die ambitie hebben, hoe gebruik je de tijd binnen nou zo nuttig mogelijk, dat je moet kijken van kan je niet meer doen. En een van de dingen die ik heel erg jammer vind is dat bijvoorbeeld de reclassering uit de gevangenis is verdwenen. Je komt nu pas kijken als iemand naar buiten gaat. Dus wat ik de afgelopen jaren in gang heb gezet, is de reclassering weer naar binnen halen. En ook de kennis van de reclassering gebruiken bijvoorbeeld bij de intake van mensen, omdat het vaak niet de eerste keer is dat ze binnenkomen. En zo kan je elkaar veel meer versterken. En zou ik willen kijken of je naast de reclassering ook bijvoorbeeld andere instellingen weer meer de gevangenis in kunt halen. Zoals gemeenten, zoals verslavingszorg, psychiatrische zorg, zou ik erg voor zijn. Nee, ik denk wat ontzettend belangrijk is, inderdaad, dus dat de zorg die buiten beschikbaar is, dat die binnen ook beschikbaar is. Ja. Niet alleen om het beschikbaar te stellen, maar voor de continuïteit. Wat ik heel erg constateer is dat en dat is met meerdere systemen zo, dat geldt niet alleen voor het rechtssysteem, maar dat het heel erg ingericht is vanuit het oogpunt van de professional. Dus die persoon die wordt gesluist van de politie naar de rechtercommissaris, naar de rechtszaal, naar de DEI. Naar de reclassering. En die instanties communiceren alleen met elkaar in zoverre dat nodig is om het dossier door te dragen, als het ware. Terwijl het leven van die persoon, die gaat gewoon door daartussen. En wat gebeurt bijvoorbeeld als je in detentie komt te zitten, ook eigenlijk al in het huis van bewaring, dus in voorlopige hechtenis, is dat je zorg stopt, je inkomen stopt, zeker als je, ik bedoel, je uitkering stopt, maar ook je werk natuurlijk als je in het werk bent. Dat betekent vaak dat als je iets langer blijft zitten, dat je je woning kwijtraakt. Veel van de jongens die ik vervolg, die zitten bijvoorbeeld ook in een begeleid woontraject of iets anders soort maatschappelijk opvang. Nou, dat stopt ook, want ze moeten dan vervolgens plek maken voor iemand anders. En dat betekent dat de schade die die detentieperiode oplevert in maatschappelijke zin voor die persoon heel groot is. En dat kost die persoon heel veel, maar dat is, kost de maatschappij uiteindelijk ook heel veel. Want om al dat allemaal weer op te starten. Ja. Is ontzettend kostbaar. Dus juist om die continuïteit te waarborgen, om daar heel erg vanuit de effectiviteit te denken van wat dit zijn precies de belangrijkste recidieve beperkende middelen. Om te zorgen dat dat goed gewaarborgd blijft en die continuïteit gegeven wordt. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Heel even, want je zei net recidieve beperkende manieren en middelen. Zou je nog even kunnen uitleggen wat zijn de beste manieren om recidieve te voorkomen volgens jou? Ja, ik denk dat er aan de ene kant is. Ik denk dat het allerbelangrijkste is uiteindelijk de intrinsieke motivatie om geen misdaad meer te willen plegen. Als iemand op een gegeven moment die keuze heeft gemaakt, dan als die daarin ondersteund wordt, dan zal dat echt verandering teweeg brengen. Maar wat we als maatschappij kunnen doen om iemand daarin te ondersteunen, is dus voor de onderkant van de Maslow-pyramide, zeg maar, de meest basisvoorzieningen. Zorgen dat iemand woning heeft, dat hij inkomen heeft, dat hij geestelijke zorg heeft als hij dat nodig heeft. En lichamelijke zorg natuurlijk. Dat er mogelijkheden zijn om een werkend leven, dus eigen waarde weer op te bouwen.
Dat is het fundament waaruit iemand positieve keuzes kan gaan maken, voor zover die in staat is een goede keuze. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die wegvallen op het moment dat u als officier van justitie heeft geëist, deze persoon moet 6 maanden de cel in. Klopt, en dat vind ik vaak ingewikkeld. Dat is wel vaak een dilemma waar ik voor sta als officier van justitie. Want ik moet een eis formuleren in de rechtszaal. Waar ik precies die 2 strafdoelen wil dienen. Enerzijds de vergelding, dat ik namens de maatschappij zeg, deze persoon is over de scheef gegaan, dit vinden we zo erg, om het maar zo te zeggen. Dit is hoeveel veel straf daarop moet volgen. En anderzijds wil ik bijdragen aan duurzame veiligheid van de maatschappij door te zorgen voor preventie. Ja. En in sommige gevallen is het delict zo ernstig, nou dan valt die overweging weg. Dan eis ik 10 maanden gevangenisstraf, want dat is dan gewoon wat erop staat. Mm-hmm. En dan moet je dan maar kijken. Mm-hmm. Maar vaak juist in die delicten waar een kleinere straf geïndiceerd is, waar het de zoveelste winkeldiefstal is, of waarin het zoveelste drugsdealer delict, of zeg maar, dus wat kleinere feiten, maar die vaak gepleegd zijn, waarin die straffen dus zich blijven opstapelen, kan dat soms schuren. En dan is het dus ingewikkeld. Ja, ga ik nu 4 weken gevangenisstraf eisen? Mm-hmm. Of wat net lang genoeg is voor deze persoon om zijn woning kwijt te raken? Of ga ik proberen een soort werkstrafconstructie te doen? En dan alsnog zorgen dat hij uit. En waar ik als officier heerlijk naar verlang, is dat ik recht kan doen aan allebei. Ja. Dus dat ik kan zeggen, oké, je krijgt die 10 maanden gevangenisstraf, maar als je eruit komt, dan is je woning er nog steeds, je zorg is er nog steeds, je kan meteen aan de bak, zodat die continuïteit gewaarborgd is. Ja. En gaat u daarvoor zorgen, minister Dekker, met deze nieuwe wet? Gaat dat bijdragen aan het oplossen van het dilemma wat deze Giro net schetst? Het eerlijke antwoord is nee, want het verandert daar niets in. Dit is denk ik echt het dilemma waar een officier en een rechter altijd voor staan. En waar je natuurlijk ook een soort instrumentkist hebt waaruit je de verschillende dingen kunt halen. Mm-hmm. Ik zei net wat over dat er steeds minder mensen in gevangenissen zitten. Dat komt ook omdat dat niet de enige straf is die wordt opgelegd. Er worden meer taakstraffen en geldboetes in Nederland uitgedeeld dan gevangenisstraffen. En dat is op zich ook helemaal niet gek. En als je te maken hebt met first offenders, waarvan je zegt, ja, dan denk ik dat je eerder bij een klein vergrijp naar een taakstraf toe gaat. Want omdat je dan de nadelen hebt. Even voor ons overzicht. Als het gaat over een taakstraf, raken mensen dan niet al die sociale voorzieningen kwijt? Of raken ze dan ook al die sociale voorzieningen kwijt? Nee, dat hoeft niet, want dan blijf je gewoon thuis. Je kan gewoon naar je werk gaan. De reclassering is gelukkig heel flexibel in het uitvoeren van die werkstraffen. Dat kan vaak 's avonds of in het weekend als iemand een fulltime baan heeft. Ja. Duurt het wel heel lang om die werkstraf uit te voeren. Maar dat betekent dus niet dat je inderdaad die sociale voorzieningen in gevaar komen. Oké. Maar tegelijkertijd, dat gaat dan niet over de wet straf en beschermen, maar wel over een andere wet. Die is aangenomen, die stelt dat op het moment dat je geweld hebt gepleegd tegen hulpverleners, taakstraffen verboden worden. Dus dat rechters geen taakstraffen meer mogen opleggen. Dus je gaat gewoon de bak in. Kale taakstraffen mag je niet opleggen. Ja, dus dat betekent dat je niet alleen maar een taakstraf mag opleggen. Ja. Je mag wel een taakstraf in combinatie met een gevangenisstraf opleggen. Inderdaad. Is er al. Dit is nu gespecificeerd voor hulpverleners, maar dit artikel is al heel lang voor andere type delicten. Ja, en vind jij dat een goed idee? Nou, het taakstrafverbod, zoals dat in het algemeen genoemd het is soms ingewikkeld, omdat wat ik er principieel of als jurist ingewikkeld daaraan vindt, is dat de ruimte waar we het net over hadden, die de officieren en de rechters hebben om straffen op te leggen, dat die ingeperkt wordt door de politiek. Dus omdat er een idee over is van wat voor type straffen wel of niet kunnen bij bepaalde delicten, gaat de politiek in dat soort wetgeving een klein beetje op de stoel van de rechter zeggen, nou, voor dit soort feiten kan het niet. Mm-hmm. En daarmee wordt dus de ruimte voor ons kleiner om in vrijheid dus een straf te kunnen eisen en op te leggen. Dat is gewoon zo, dat is gewoon de keuze die gemaakt is. Maar dat maakt men wel lastiger. En wat maakt het lastiger? Nou ja, omdat in sommige. Nou, dus deels het dilemma wat ik net schetste, dat ik moet kiezen tussen. Ja. En omdat het dus ook voor mensen die. Dat taakstrafverbod, dat geldt bijvoorbeeld ook voor recidivisten. Dus voor mensen, als je een winkeldiefstal hebt gepleegd, noem maar iets kleins. Ja. En je pleegt binnen hetzelfde jaar nog een winkeldiefstal, dan zegt de wet in principe, je mag dan niet weer een kale taakstraf krijgen. Ja. Daar moet er ook onvoorwaardelijk gevangenisstraf naast. En dat kan soms ingewikkeld zijn. En wat weten we over de effectiviteit? Als we kijken naar de effectiviteit, want ik neem aan dat het
doel van ons allen hier vanavond aan tafel is om de samenleving veiliger te maken. Wat werkt dan beter, Disa? Is dat het opleggen van een taakstraf of het opleggen van een gevangenisstraf? Nou, het opleggen van een korte gevangenisstraf is, denk ik, uit onderzoek gebleken zeer ineffectief in het voorkomen van recidieven. En het opleggen van taakstraf is over het algemeen iets effectiever dan kale gevangenisstraffen. Ja, dat is. Oké. Dus eigenlijk hoor ik dat jij zegt, de samenleving wordt niet veiliger van deze korte gevangenisstraffen. Nee, maar ik denk ook niet dat dat de reden is waarom op die wet gemaakt is. Ja. Dus het is goed om steeds dat scherp te houden, die verschillende strafdoelen. Ja. Dus die wet is niet gemaakt omdat het de samenleving veiliger maakt of beter is voor preventieve. Mm-hmm. Het is vanuit een vergeldingsgedachte. Dus het is, we vinden dit zo erg, dus vinden we niet meer dat daar gewoon taakstraffen weer voor kunnen. Als je weer de fout ingaat, mag je niet nog een kans krijgen op een taakstraf. Als je hulpverleners aanvalt, mag je niet een taakstraf krijgen, dan moet je de gevangenis in. Dus het is iets waar we van de politiek namens de maatschappij zegt, dit vinden we zo erg, daarom ligt die later. Bent u het daarmee eens? Zou u dat ook zo stellen, inderdaad? Van het gaat hier om vergeldingsdrang en minder om effectief. Het gaat niet alleen maar om effectiviteit in de zin van hoe effectief is een straf om herhaling te voorkomen. Mm-hmm. Het gaat ook over rechtvaardigheid. Ja. Vinden mensen dus het gaat om die vergeldingsdrang. Past bij het kwaad dat is gedaan. Vindt u dan ook en natuurlijk hopen die twee wel goed te combineren. En ik zie de spanningen. Dat lijkt me aan de ene kant ingewikkeld, maar aan de andere kant ook het mooie aan het beroep van officiersrechter. Maar het is niet zo dat we nu als politiek hebben opgelegd, het moet altijd zo'n lange gevangenisstraf worden. Je mag dat ook weer combineren. Maar ik ben even benieuwd. En de schade is natuurlijk ook wel beperkt. Ja. Je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, je doet 2 weken gevangenisstraf en 4 weken werkstraf. Kijk, als iemand echt 3 maanden de gevangenis in moet, dan raak je vaak heel veel dingen kwijt. Ja. Omdat je dat ook op je werk niet kan uitleggen. Maar als je 2 weken er even tussenuit moet, ik ken ook heel veel mensen die dan gewoon 2 weken vrij nemen. Maar ik wil heel even, moeten we als samenleving dan ook maar dat beetje onveiligheid of die hogere kans op recidive omarmen? Omdat we nou eenmaal zeggen dat we het belangrijk vinden dat deze mensen gewoon de bak ingaan als een hulpverlener aanvallen of... Ik denk dat heel veel mensen vinden dat als jij een agent in elkaar slaat, dat daar een zware straf op. Ja, maar mijn vraag was eigenlijk, moeten we dan een onveiligere samenleving accepteren? Daar wordt de omgeving niet onveiliger van. Maar we hoorden ook net inderdaad dat, dat die taakstraffen minder recidieven opleveren en gevangenisstraffen... Ja, maar kijk, dat onderzoek vertekent ook wel wat. Want dat heeft er bijvoorbeeld ook mee te maken, wanneer krijg je een taakstraf, dat zijn vaak degene die voor het eerst een delict plegen. En degene die voor het eerst een delict pleegt, is waarschijnlijk ook nog het meest gevoelig om daar heel erg van te schrikken en niet weer op het verkeerde pad te komen. Als je kijkt wie een gevangenisstraf heeft, heeft soms al een heel lang strafblad. Mm-hmm. Ja, als je al een heel lang strafblad hebt, dan is natuurlijk ook de kans dat als je naar buiten gaat, dat je weer de fout in gaat, is gewoon in de praktijk ook hoger. Dus de onderzoeken waarnaar verwezen wordt, die zeggen de recidive vanuit de gevangenis is hoger dan de recidive vanuit de taakstraf, heeft ook met voorselectie te maken. Mm-hmm. Ik wil heel graag naar Bram. We gaan naar Hardy luisteren. Het eerste fragment wil ik graag aankondigen. Marjolein, zullen we even naar buiten? Nee, ik heb het echt warm. Zullen we naar buiten? Hallo. Nou, af en toe wordt het met te druk, wordt het met te veel. Ik heb zoveel zenuwen, dat kan je haast niet voorstellen, hè? Ja. Ga je het bijna nou nog missen, Harry? Ja. Hoef je niet eens over na te denken? Nee. Ik miste zelfs in mijn vorige straf mijn boeien. In principe ben je gewend om... S'morgens word je wakker gemaakt en dan ga je naar de arbeid en weet ik veel wat dan meer. Buiten moet je alles zelf doen. Snap je? En dat is dan toch heel anders. En zo zie ik het gewoon. Ik mis zelfs mijn boeien. Begrijpt u dat? Hoe luistert u hiernaar? Ik vind het mooi gemaakt omdat het, denk ik, een heel reëel inkijkje geeft. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel wrang, hè, dat iemand verlangt naar de onvrijheid in de gevangenis in plaats. En tegelijkertijd, het is ook echt ingewikkeld. Het laat ook wel iets zien dat
Dit is Harry, geloof ik, hè? Of laten we zo noemen. Dat. Kijk, als je in een instelling zit, als je in een gevangenis zit, ja, dan gaat 's ochtends om 7 uur gaat de deur open en dan zit daar een soort ritme in. Het aantal mensen met wie je te maken hebt is beperkt, het aantal prikkels, dingen. De verleidingen zijn er zeker ook in een gevangenis, maar die zijn ook anders en ook beperkter dan wanneer je weer op eigen benen komt te staan. En dat is denk ik voor heel veel mensen ook best moeilijk. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat hij dat probeert te zeggen. Mm-hmm. Een van de verhalen die uit Heer Gewaard, daar kan Frans misschien zelf ook meer over vertellen, maar een van de, als officier kom ik niet vaak in de PI's, in de gevangenissen, maar ik ben wel eens geweest op bezoek. En een van de dingen die voor mij echt een verhalen die voor mij ontzettend veel indruk maakten, ook voor mijn loopbaan als officier, ik was nog in opleiding. Er was dan een man daar zijn, en die had als onderdeel van een project had hij de sleutel naar zijn cel gekregen. Mm-hmm. Dus een speciale gang in Heer Hugo Waard, waar de mensen die levenslang gestraft zijn, die krijgen dan de sleutel naar hun eigen cel. Dus de gang is afgesloten, maar ze kunnen zelf kiezen wanneer ze in en uit hun cel gaan. En ze kunnen het afsluiten, ze kunnen hun spullen daar laten en gewoon zelf weggaan. En hij vertelde me dat hij die sleutel had gekregen. En de eerste dag dat hij zijn cel open ging maken, toen trilde zijn hand zo intens dat hij de sleutel niet in het slot kreeg. Mm. En dat maakte zo'n indruk op mij dat kleine teken van zelfbeschikking, dat kleine beetje vrijheid na al die jaren gewoon die regels volgen, dat zo'n impact op hem maakte. Laat staan dat je weer gewoon helemaal in de buitenwereld komt. Ja, we weten eigenlijk uit wetenschappelijk onderzoek, het Nederlands onderzoek ook, heel erg goed wat je eigenlijk binnen de gevangenis nodig hebt om te zorgen dat mensen op een gegeven moment ondersteund worden bij het maken van andere keuzes. Mm-hmm. Ja, Miranda Bonen, hoogleraar, samen met een aantal anderen heeft een heel goed, ook internationaal georiënteerd onderzoek over het leefklimaat in inrichtingen gemaakt. En er zijn een paar hele belangrijke dingen die we gewoon echt weten. Mm-hmm. Wat het effectiever maakt. Mm-hmm. En een van is bijvoorbeeld autonomie. Hè? De ruimte om. En dat is niet alleen die sleutel hoor. Dat is echt ruimte om je eigen weg te vinden. Hè? Waar ben ik goed in? Waar ben ik niet goed in? Mm-hmm. Waar liggen mijn kansen en mogelijkheden? Klinkt een beetje tegengesteld. Een gevangenis en ruimte geven. Dat is ook best wel heel moeilijk. Maar ik weet uit eigen ervaring in Heer Gewaard, we hadden daar zelfs een afdeling waar die heeft jaren gedraaid totdat vanwege het klimaat in Nederland, zullen we dan maar zeggen, niet meer kon. Waar gewoon gedetineerden zonder personeel daar verbleven. Dat waren lang gestraften en levenslang gestraften. Mm-hmm. En die hadden een hele fijne en goede community met elkaar. Mm-hmm. Dus dat is heel erg belangrijk. Verder is contact met familie ongelooflijk belangrijk. En daar ben ik heel erg verdrietig over. Het punt is dat de achterblijvers, noemen we die. Hè, dat zijn de broers, de zussen, de partners, de kinderen, de ouders van gedetineerden. Die spelen een veel belangrijkere rol bij de reïntegratie, maar ook bij het maken van een andere keuze binnen de gevangenis. Dan wie dan ook. Ja, daar kan je geen blik maatschappelijke werkers tegen aangooien die dat over gaan nemen. En deze groep mensen, daar heb ik heel veel contact mee, dagelijks. Deze groep mensen die hebben geen stem, worden niet gehoord, hebben geen positie, worden op geen enkele manier betrokken. Hè, worden eigenlijk volledig erbuiten gehouden. En dat is natuurlijk, als je dan echt iets wil doen aan de reïntegratie, als je echt wil dat mensen goed landen in de samenleving, ja, dan ga je dus echt het besluit nemen om deze mensen al tijdens de detentie veel meer te betrekken bij hoe je met gedetineerden omgaat. Maar ik herken dat beeld niet, hè? Want we kijken nu naar beelden van Veenhuizen. Ik was onlangs nog in Veenhuizen. Daar hebben ze hele mooie ruimtes ingericht. Vader-kindcentra, waar juist de kinderen vaker op bezoek kunnen komen. En dan niet in een soort kille bezoekersruimte, maar gewoon een gezellige woonkamer. Mm-hmm. Waar daar inderdaad hele goede ervaringen mee worden opgedaan. En dit zijn voorbeelden die ik in steeds meer gevangenissen tegenkom. Mm-hmm. Dus ik heb zelf wel de indruk dat dit soort wetenschappelijke inzichten ook echt wel benut worden
Omdat, ik ben het helemaal met je eens. Maar het helpt heel erg als je een sterk gezin het... hebt om je heen. Als je daarop terug kunt vallen. Als je... Ik denk niet dat we met elkaar eens zijn, eerlijk gezegd. Ik denk, wat Sander Dekker zegt, klopt. Hè? Die, mm-hmm. die dagen zijn ook heel erg goed en ook heel fijn dat dat gebeurt. Alleen, er moet nog veel meer gebeuren. En wat moet er nog meer gebeuren volgens u? Nou ja, bijvoorbeeld te mogen... Kijk, wat belangrijk is, even als basisprincipe voor de kijker... de gevangenisstraf, het feit dat iemand niet weg mag, dat is de straf. Daar mag je verder helemaal niets aan toevoegen. Tenzij het noodzakelijk is om iemand binnen te houden... en voor de orde en veiligheid en dat soort dingen. Dus als gevangenisdirecteur heb je gewoon de opdracht... om zoveel mogelijk de buitenwereld binnen te halen. Mm-hmm. Dus dat moet nog veel meer dan het nu al gebeurt op specifieke plekken. Dat is bijvoorbeeld... de mensen binnenlaten om alvast gesprekken te hebben binnen. Dat is bijvoorbeeld mogelijkheden creëren om kinderen binnen te laten. En ik heb dat in Amerswiel had ik dat. Dat was een vrouwengevangenis. Mm-hmm. Waar als een kind een verjaardag had, dan kon die op een normale omgeving. En niet in een wipkamer, want daar schaam ik me nog steeds voor. Niet in een kamertje met een eenpersoonsbed en een doos tissues. Maar gewoon een plek waar mensen elkaar op een prettige manier kunnen ontmoeten. Kleine omgeving. Ja, ik denk dat dat ook moet gebeuren. En die mensen moeten ook gewoon een stem hebben. Die moeten uitgenodigd worden aan tafels. Want het kan niet zo zijn dat je als minister of als ministerie... gaat bedenken en bepalen voor anderen hoe zij het gaan ervaren. Het punt is... Duidelijk punt, goed punt dat u het maakt. Ik wil naar een ander groot probleem wat ook in detentie plaatsvindt. En dat is drugsgebruik. U noemde het net al, meneer Douw. Een groot deel van de gevangenen heeft te maken met een drugsverslaving. We luisteren even naar een fragment en dan wil ik het er graag met jullie over hebben. De check is gewoon betaalmiddel. De check wordt opgespaard, die wordt weer doorverkocht. Met check kan je gewoon omwisselen voor geld. Voor cash geld. Het is een betaalmiddel om drugs te kopen, zegt hij. En dat weet hij zo goed omdat hij vroeger zelf drugs dealde in de gevangenis. Of dat nou waar is of niet, hij weet me goed uit te leggen hoe het werkt. Een pakje check kost €7. Nou, als ik ze dan voor €5 verkoop, dat wil iedereen wel, zeg maar. 10 pakjes is 50, nou zeg maar 20 pakjes is 150, zeg maar €300 per week per afdeling kan ik pakken van mensen. Bijna €5000 in de maand. Hoe de drugs de gevangenis inkomt, daar vertelt hij me niet echt over. Vaak via een bezoek van buiten, mompelde hij toen de microfoon uitstond. Ja, iedereen die hier zit is verslaafd, zeg maar, aan drugs of alcohol. Iedereen hier. Er is niemand op de afdeling die het niet gebruikt. Ja. Dus het is gewoon maar net wat je gebruikt. Hard drugs. Mensen die dat doen, die hebben een kleine kans om gepakt te worden. Want dat is er in een 24, 48 uur is het weg. Hij geeft als voorbeeld cocaïne. Dat blijft, in tegenstelling tot een jointje, veel minder lang in je urine zitten. En is dus moeilijker te vinden voor de bewakers die elke 6 weken een urinecontrole doen. Het is wel duurder, maar... Hoe kost cocaïne hier? Dubbele van buiten. 10 pakjes check. Heb je een half grammetje. We horen dus die drugs zijn alomtegenwoordig in de gevangenissen. Is het een uitzondering of Nee hoor, nee. Ik, is het een regel? Ik kom in gevangenissen over de hele wereld. En ik ben nog nooit een gevangenis tegengekomen waar geen drugs waren. Dus ze komen gewoon binnen, er zitten verslaafde mensen. En er zijn allerlei routes om drugs binnen te brengen. Ik wil het wel even vergelijken met Nederland als land. Als minister heb je zeg maar, als regering heb je zeg maar een soort keuze van, of een soort dilemma is er. Van ga je zorgen dat er geen drugs het land in komen? En dan moet je enorme hoge muren rond het land gaan bouwen. En dan zul je op allerlei maatregelen moeten nemen. Dat heb je als gevangenisdirecteur dus ook. Je wil niet dat de drugshandelaren het milieu overnemen binnen. Mm-hmm. Dat wil je niet. Dus je moet er tegen vechten.
Aan de andere kant, iedere veiligheidsmaatregel is ook een inbreuk op het leefklimaat. Mm-hmm. En wat ik zelf heel, ja, toch heel onbevredigend heb gevonden, is dat nadat mevrouw Albayrak, een van uw voorgangers, niet van de VVD overigens, op een gegeven moment vond dat ze aan de Kamer niet meer kon uitleggen dat er drugs binnen waren in de gevangenissen. Toen is het zogenaamde drugsontmoedigingsbeleid ingevoerd. En toen moest ik als gevangenisdirecteur moest ik gewoon strafcelopleggingen gaan doen aan gebruikers die drugs gebruikten. He, 2 dagen ISO, bij de volgende keer 4 dagen ISO, dan 8 dagen. We weten hoe schadelijk die isoleercel is. En we weten ook dat degene die in feite die drugs binnenbrachten, of lieten brengen, vooral degene die aan het touwtje trokken, dat je die nooit te pakken krijgt. Dus dat wil je niet, dat begrijp ik helemaal. Maar hoe kan je als gevangene afkicken als je in een instelling zit waar overal om je heen die drugs is? Als het gaat over hoe we mensen begeleiden in die gevangenis, dan moeten we daar toch iets aan doen. De manier waarop je dat kunt doen is door de mensen mogelijkheden te bieden om hun talenten te gebruiken, om te leren, om zich te ontwikkelen, ze perspectief te bieden. Dat is de enige manier. Niet door nog een extra hoge muur rond die bias te bouwen. Nee, de manier waarop je het kunt doen is... Maar daar ben ik toch niet helemaal met je. Althans, ik bedoel, ik heb niet zoveel in de gevangenis gewerkt als u, maar ik vervolg met name jongeren nu en die komen heel regelmatig bij de rechter om hun voorlopige hechtenis te toetsen. Dus ik spreek dezelfde jongens elke maand zo'n beetje. En wat ik merk is dat als zij blijven blowen, bij de jongeren is het met name blowen, als zij blijven blowen, als ze binnen zitten, dan gaan ze die kansen niet pakken. Mm-hmm. Dus dat is heel ingewikkeld. En ik denk dat alles wat ik zie als het gaat om psychische behandeling, of als het gaat om het toewerken naar werktrajecten of schooltrajecten, al die motivatie, alles wordt gedempt door dat drugsgebruik. En de psychiatrische of de psychische behandelaren, die zeggen ook, we kunnen niet echt goed werken aan de onderliggende trauma's. Daar ben ik het mee eens, hoor. Het is echt een kwestie van balans. Ja, het is zo ingewikkeld. Als die drempel niet genomen is, dan is er zoveel daaronder waar je niet aan toekomt. Althans, dat is mijn indruk van de verhalen die ik hoor en de trajecten die ik waarneem. Minister Dekker, wat vindt u dat we moeten doen tegen die drugs in de gevangenissen? Zoveel mogelijk proberen om het buiten te houden. En hoe? Dat dat nooit voor 100% gaat lukken. Want ook in Nederland proberen we dat natuurlijk, maar dat lukt ook niet helemaal. Hoe moeten we dat volgens u in de gevangenissen proberen? Je kan wel meer doen. Je kunt kijken, hoe komt het eigenlijk binnen? Nou, dan zijn er een aantal routes. Daar kan je wat aan doen. Doen we ook, hè. We zien bijvoorbeeld dat er in Nederland veel over de muren wordt gegooid met drones of met van die... Dingen waar je ik schrik er wel een beetje van. Heel veel, maar als ik dit verhaal hoor, dan denk ik, zou ik zeggen. Je wordt snel van alle... Je wordt snel... Ja, ik zie ook die kant. Maar het werkt dus blijkbaar niet, wat we nu al doen. Nou, maar daar kan je wel dingen tegen doen. Hè? Dus je kunt kijken of je hogere hekken of je netten kunt spannen, dat in ieder geval die troep niet via die kant binnenkomt. En je kunt dat ook via de bezoekerslijn doen. Dat is ook een dus je kunt je personeel goed screenen. Nou, je kan heel veel dingen doen om het meer buiten te houden. Ook al realiseer ik me, dat gaat je nooit voor 100% lukken. Mm-hmm. Nee, maar ik denk dat dat wel ontzettend belangrijk is. En dat ook wat Frans ook zegt, dat je het besef blijft houden dat de mensen die verslaafd zijn niet slechter zijn omdat ze verslaafd zijn. Die drugs zijn natuurlijk verdoving. Dus dat is wat ik in ieder geval bij de mensen die ik bij mij in de rechtszaal zie, dat ze het op die manier uitleggen. Als het te druk wordt in hun hoofd, als de spanning te veel wordt, dan gaan ze sneller naar dat spul grijpen om die pijn en die angst te verdoven. Dus natuurlijk wil je daar aan kunnen sleutelen, aan die pijn en aan die angst, om dat weg te nemen, zodat de behoefte minder wordt. Maar dat gaat niet in één keer lukken. En dan is de preventie in de tussentijd ontzettend belangrijk. Ja. En daar is drugs natuurlijk ook wel een soort probleem van heel veel ellende. Hè? Dus we zitten in de meest liberale stad misschien, waar het gaat om drugs in Nederland. Maar als je ziet de mensen in de gevangenis zitten, ofwel vanwege drugsgebruik in allerlei opzichten, hè? Omdat ze zwaar verslaafd zijn, of omdat ze enorme schulden daardoor hebben opgelopen, of omdat het hun psychische stoornissen verergert, dan wel dat ze aan de handelkant zitten. Heel veel van de criminaliteit in Nederland heeft te maken met drugs. Maar als je nou de slachtofferkant daarvan wil pakken, degene die echt verslavingsproblematiek hebben, dan helpt het niet om in een omgeving te zijn waar de verleidingen dagelijks langskomen. En dan moeten we toch met z'n allen er hard aan werken
om verslavingszorg, want je hebt hulp nodig en medicatie, hand in hand te laten gaan met ontmoedigingsbeleid. En dat is best wel een lastig dilemma. Want aan de ene kant ruimte geven voor ontwikkeling, hè, dat mensen aan hun problemen kunnen werken. En aan de andere kant allerlei maatregelen nemen die ook vaak nodig zijn, hè, om te zorgen dat die drugs niet binnenkomen. Precies. Die combinatie die is belangrijk. Dat hoor ik eigenlijk bij jullie alle drie. Ik wil door naar de derde ronde, waarbij we gaan focussen op hoe, wat als deze gedetineerde zo meteen weer op straat komt. En wat voor begeleiding is er dan om te zorgen dat ze op het rechte pad blijven. Maar allereerst gaan we luisteren naar een muzikaal intermezzo van Bram Kniest en Teun Hieltjes. Zij hebben de soundtrack geschreven voor de podcast Buiten de Muren. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan naar jullie luisteren. All right, daar gaan we. When I see a dark light and summer is cold, when I see a burning bush, I still don't believe. It's always in my mind. Am I Lazarus? Or am I the rich man? Will there still be a place for me when I return home? I will never go back through that door, but it's always in my mind. When I see a burning bush, I still don't believe. Dank. Ja, zal er nog een plek voor me zijn als ik weer thuis kom? Hoe luistert u hiernaar? Ontroerend. Ja, en ook wel de moeilijke strijd, zeg maar, denk ik, die veel ex-gedetineerden aan moeten als ze teruggaan. Want je hebt toch een beetje een... er wordt anders naar je gekeken. En dat is, maakt het ingewikkeld. Ja, ja. Ik denk, meneer Douw benadrukte net het belang van relaties daarbuiten. Dat is denk ik iets wat we ons als mensen kunnen voorstellen. Iets wat uit onderzoek blijkt, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En toch is het denk ik best wel schaars dat mensen en families scharen hebben die met wijde armen ze staat te ontvangen. Ik had laatst bijvoorbeeld een zitting een vrij jonge jongen die ook op de zitting kwam voor... We hadden het over zijn voorlopige hechtenis en de vraag was... als die geschorst zou worden, dus als hij zijn zitting in vrijheid zou mogen afwachten... waar zou die dan naartoe gaan? En er waren allemaal instanties enzovoort. En op een gegeven moment dan stond zijn... het ontroert me best wel, ontstond zijn oom op achter in die zaal. En die zei, ik ben zijn oom, ik ben de peetoom van deze jongen... ik ben de broer van zijn zus, van zijn moeder. Ik ga voor deze jongen zorgen. En ik heb gezorgd dat mijn vader mijn werk voor een deel voor me kan overnemen... zodat ik er voor hem kan zijn... dat hij dus bij mij kan zijn tot zijn zitting.
En dat was zo'n bijzonder moment. Deels omdat het dus nooit voortkomt, wat dus heel tragisch is. En deels omdat het zo krachtig was dat die gemeenschap zo om dat kind heen stond. En je zag een soort van de opluchting bij die jongen en ook de schaamrood op zijn kaken over dat hij daar dan zat. Mm-hmm. En dan bij zo'n kind denk je van, nou ja, dan komt het bij hem waarschijnlijk toch goed. Ja, komt het wel goed, ja. Het is ook... Het is uniek dat het tijdens een zitting gebeurt, maar er zijn ontzettend veel dierbaren. Hè? Er zijn ongeveer dierbaren rond gedetineerden ook. Rond iedere persoon die in een gevangenis zit zijn ongeveer 50 mensen die direct geraakt worden door die detentie, blijkt uit onderzoek. Hoeveel zijn u? 50. 50. Dan heb je het over familie, ja. Over buren, over collega's enzovoorts. Ja. En die mensen die zijn over het algemeen, ja, je hebt het echt over dierbaren, hè? Over hun kinderen ook vaak, hun partner enzovoorts, die een enorme belangrijke rol zouden willen spelen in dat traject van die man, hè? Om weer terug te komen en hem te ondersteunen bij allerlei dingen. En die staan echt absoluut volledig voor een gesloten deur. En dat, ja, ik zou... Sander Dekker is een positief mens, tenminste dat hoor ik hem zelf zeggen over zichzelf. Ja, als je dan kijkt naar al die mensen buiten die over het algemeen part nog deel hebben gehad aan het delict en die in feite ja, eigenlijk de belangrijkste voorwaarden zijn voor een succesvolle terugkeer. Ja. Gaan we daar nou eens echt wat op een andere manier mee om als nu? Hè? Want die ene dag is fantastisch dat het gebeurt. Maar het is natuurlijk niet... Wat zou u concreet willen dan? Dat mensen vrij nou, in en uit kunnen lopen? Of wat stelt u voor? Het zou al fantastisch zijn als er een platform zou worden gecreëerd... of in ieder geval iets zou worden ingericht... waardoor deze mensen in gesprek kunnen over met het systeem. Dat kan gewoon de gevangenisdirecteur zijn of wat dan ook. Of het kan... op beleidsniveau zijn, over de manier waarop het bezoek wordt geregeld... over de manier waarop kinderen worden ondersteund... wiens vader in de gevangenis zit... over de manier waarop je, ja, als partner om moet gaan met iemand in de gevangenis... of om zou kunnen gaan met iemand in de gevangenis... maar ook hoe de gedetineerde, als je gedetineerd bent... hoe je op een optimale manier om zou kunnen gaan met je vaderrol... Ja. met je rol van als partner, duidelijk, ja. Dat soort dingen. Meer aandacht er is voor op dit moment het sociale niets, netwerk. Ik, ja. ik wil, we hebben al een beetje de sprong gemaakt. Ik ga hier, we komen er zo terug, maar we hebben al een beetje de sprong naar buiten gemaakt ondertussen. De derde stelling van vanavond gaat daar ook over... hoe het gevangenen vergaat als ze buiten de muren komen. En de stelling is, na vrijlating uit de gevangenis is er op dit moment niet genoeg begeleiding om te zorgen dat ex-gedetineerden op het juiste pad blijven. Wie is het daarmee eens dat er dus niet voldoende begeleiding is op dit moment? Daar zijn jullie het ook allemaal over eens. Dat is fijn. We hebben een eensgezind panel als het gaat over deze stelling. Dus daar moet meer aan gebeuren. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil jullie nog een fragment laten horen wat meer gaat... we hebben het net gehad over eigenlijk het warme bad, het sociale netwerk, wat zo belangrijk is. Maar hoe warm is onze maatschappij eigenlijk voor mensen die terugkeren in de samenleving? Daarover hebben we een fragment voor jullie uitgekozen. Hey Dick. Het volgende fragment. Nee, maar nu is het die ene leidinggevende waar het om gaat, die begon ook rare opmerkingen te maken, weet je wel. Echt zo van, hey Sjaki. En dat vind ik niet zo erg, je mag maar rustig Sjaki noemen. Maar oude crimineel en dit is zo, weet je wel, rare dingen. En grapjes maken, weet je wel. Grapjes met details over de moordzaak waar Harry voor veroordeeld is. Grapjes die ik dus niet letterlijk mag herhalen, maar bijvoorbeeld over hoe je een lijk weg kan maken. Dat kan je niet maken, weet je wel. Wat als een pesterijtje op Harry's werk begon, is inmiddels geëscaleerd. Nadat zijn manager collega's vertelden over Harry's moordzaak, zeiden 8 werknemers zich niet meer veilig te voelen. Met die info stapte de manager naar het bestuur om Johnny, de baas van de kringloopwinkel, ter verantwoording te roepen. Dit is Johnny. En daar dat kaatte hij aan bij het bestuur van, nou, als ik opstap en dan gaan er 8 of 9 mensen met me mee, want die voelen zich bedreigd en die vinden dat de sfeer bijzonder naar is. En als ik dus wegga,
Dan gaan hun ook weg. Dan ben je 9 mensen kwijt. Dus neem ontslag. Of je bent gewoon 9 mensen kwijt. Ja, hoe luistert u hier naar, meneer Dekker? Het is natuurlijk triest. En tegelijkertijd denk ik ook dat het reëel is, dit gebeurt. En ik denk dat we er ook rekening mee moeten houden dat het misschien in de toekomst nog wel vaker gebeurt. Want alles is tegenwoordig vindbaar, blijft heel lang vindbaar. Dus als jij een nieuwe collega krijgt op het werk en je weet dat er iets aan de hand is, nou ja, dan is het met een paar eenvoudige zoektermen kom je op krantenberichten. Ja. Het is voor een deel dus dat ook kunnen we begrijpelijk. Het is ook begrijpelijk. Hè? Dus ik wil het ook niet. En het helpt natuurlijk ook niet. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant, kijk, als je mensen voortdurend alleen maar afrekent op wat ze in hun ver verleden hebben gedaan, waarvoor ze een straf hebben uitgezeten, en dan komen ze natuurlijk ook niet veel verder. Ik heb altijd diep respect voor bijvoorbeeld werkgevers die zeggen, ja, kom maar op, ja, doe mij er maar een paar. En dat heb je echt nodig. Van die mensen die hun nek uitsteken, die zeggen, ik wil iemand wel die tweede of die derde kans geven. Mm-hmm. Dat zijn vaak niet de gemakkelijkste. Ik was onlangs in Krimpen, dat was een prachtig mooi project, compagnie. Je kent het, nou, je kent het misschien allebei wel. Ik ken het ook, ja. Daar onder andere in Krimpen is natuurlijk echt Bijbelbelt. Dus ook vanuit het geloof in de kerk van mensen vergiffenis en mensen echt een tweede kans geven. En ik liep daar op die gang en ik doe het niet altijd, maar soms vraag ik ook aan mensen, wat heeft je hier nou gebracht? Waarom zit je in de gevangenis? En die meneer zei tegen mij, ik heb mijn vrouw vermoord. Dan slik je wel even. Maar daar stond dan een trotse werkgever naast. Die zei, en hij is bij mij in de meubelmakerij komen werken. Yeah. Ik vind het tweedemans. En dan denk ik, ja, we hebben heel veel van dat soort ondernemers nodig. En gemeenten die zeggen, van we gaan iemand een tweede kans geven. En onderwijsinstellingen en familie om je heen die dat ook doet. Probeert u dat als minister ook te stimuleren? Dus dat we als samenleving veel meer openstaan voor mensen om ze echt een tweede kans te geven? Absoluut. Absoluut. En dat is het meest ingewikkeld bij. We hebben bijvoorbeeld een hele enorme discussie gehad over TBS. Hè, ook naar aanleiding van een aantal incidenten. Maar het idee van TBS, dat is net wat anders dan het gevangeniswezen, omdat het een zorginstelling is. Maar heel veel mensen denken het is een gevangenis, want er staan ook grote muren en hekken omheen. Mm-hmm. Maar het idee is dat je juist zorg inzet, verlof inzet om iemand te laten terugkeren. Maar dan moet iemand wel ook de kans krijgen. Dat is met een groot stempel op, hier komt een TBS'er. Ja, heel veel mensen zitten dit. Ja. En nu begrijp ik dat voor de gemiddelde krantenlezer begrijp ik dat wel, maar het wordt ingewikkelder als ook burgemeesters. Maar hoe moeten we daar als samenleving komen, dat we dat kunnen en dat we die angst overwinnen? Voor een deel door verder te kijken dan je neus lang is. Door ook te kijken naar de mensen achter de gedetineerden. Door gewoon kennis te maken. En dat vraagt aan de kant van justitie. Mm-hmm. Dat wij ook mensen meer laten zien wat we aan het doen zijn. Ik vind het zo jammer. Mm-hmm. Gevangenissen zijn dicht. TBS-instellingen zijn dicht. Mm-hmm. Vaak beschermd wonen als mensen naar buiten toe gaan. Wat gebeurt er eigenlijk binnen? Doe de deuren open. Laat zien waar die jongens mee worstelen. Laat zien waarmee je ze kunt helpen. Laat zien dat ze misschien soms vervelende dingen doen, maar dat ze ook wel een mooie kant hebben. Misschien ook dat het mensen zijn. Dat het mensen zijn. en dat denk ik dat enorm kan helpen. Daar moeten we met z'n allen aan werken. Meneer Douw, vindt u dat een goed idee? Ze is mij uit het hart gegrepen natuurlijk. Het is zo dat deze mensen inderdaad, ze kunnen iets verschrikkelijks gedaan hebben. Of iets wat gewoon echt vervelend is. Maar daar kun je ze niet op beoordelen. Hè? Alleen maar. Ik bedoel, het zijn gewoon mensen die allerlei talenten hebben. Die ook graag een zinvol bestaan willen hebben. Die ook liefdevol kunnen zijn en dat soort dingen. En in dat voorbeeld over die werkgever die naast die man stond. Mm-hmm. En zijn delict had gepleegd. Ja, dat heb ik natuurlijk talloze malen meegemaakt. En wat ik vooral heel erg verwacht van de minister en ook van het hele ministerie. Want dat hoor je, ik hoor het hem nu zeggen, mm-hmm. maar ik hoor het eigenlijk bijna nooit. Om ook gewoon ervoor te gaan staan dat de mensen die uit de gevangenissen en TBS-klinieken komen, dat mensen zijn zoals jij en ik. Die mm-hmm. gewoon tussen ons inwonen en die onze familie zijn, die onze
En hoe zou even concreet een minister de politiek dat nou beter moeten doen? Behalve dan het hier aan tafel expliciet vermelden. Nou, om te beginnen, in een aantal incidenten die er geweest zijn en een aantal problemen die er geweest zijn rond mensen, gewoon niet meehuilen met de wolf in het bos, om het zo maar te zeggen, maar gewoon te gaan staan voor de mensen in het TBS die daar werken, voor, en ook voor dat principe wat hij nu... Ja, maar kom dan eens kijken in de Tweede Kamer. Want ik heb ongeveer iedere maand een incident waarvoor ik naar de Kamer word geroepen. En iedere maand vertel ik het verhaal over dat we in Nederland veiliger zijn met TBS dan zonder TBS. Dat het in heel veel van de gevallen goed gaat. Dat, nou, noem het allemaal maar op. Tegelijkertijd, dus hoeveel mensen volgen nou al die Tweede Kamerdebatten? Dat is natuurlijk wel het punt. Kijk, voor de gemiddelde man in de straat. Die denkt, TBS'er in mijn straat of een jeugdzorginstelling met problematische jongeren, niet in mijn achtertuin. Wat kunt u doen om bij die personen, bij de buurman of bij de collega, nou die angst weg te nemen? Twee dingen. Door niet te zeggen, maak je maar niet druk. Want ik vind het ook iets te makkelijk om te zeggen, ja, die mensen zijn net als ons, die wonen ook in een rijtjeshuis, niks aan de hand. Nee, het zijn wel mensen... Dat is niet het enige wat ik zeg, hoor. Het zijn wel mensen met een verleden. En ze hebben een straf erop zitten. En soms is het ook een ernstige straf. En soms zit er ook nog wel een risico in of iemand weer goed terug kan komen. Want we weten dat de kans op recidive groot is. Dus om dan tegen mensen te zeggen, joh, jouw angst slaat nergens op. En dat is dus vooral wat je niet moet. Mm-hmm. En wat je moet dat serieus nemen. Maar je moet mensen ook uitleggen dat als... Ja, maar wat je nu zegt is dat... Als nou 17 mensen uit de gevangenis komen, dat je nog bang voor mensen dat moet zijn. En iedereen met zijn nek deze mensen en niemand ze een kans geeft, dan weten we zeker dat het fout gaat. Ja, precies. Dus enige, hoe noem je dat? Enige ruimte, mensen een tweede kans gunnen. Ja. Soms mensen al een beetje oogje in het zeil houden. En mensen ook vertellen wat ze kunnen doen als ze het gevoel hebben dat het niet goed gaat. Dat is vaak het geval dat ze zeggen, ja, oké. Maar waar kan ik dan naartoe als ik een probleem heb? Nou, vaak met een telefoonnummer of een wijkagent of een... Iemand die aan het hoofd staat van zo'n beschermd wonen instelling. Ja. Geeft mensen al een gevoel van, oké, nou, er wordt in ieder geval naar me geluisterd en ik kan ergens naartoe als een probleem. Duidelijk. Disa Gironet, u ziet veel mensen die opnieuw bij u komen. Hè? Veel recidieven die weer in de rechtszaal belanden. Wat is daar misgegaan in hun tijd buiten? En wat hadden ze nodig gehad om wel op het rechte pad te blijven? Oh, dat is een hele grote vraag. Want het zijn natuurlijk zoveel dingen. Juist omdat het allemaal verschillende verhalen zijn. Dus het is niet, ik denk niet dat je kan zeggen, oh, bij iedereen ging dit mis. En dat, want als we dat wisten, dan hadden we het opgelost. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat je het zo 1, 2, 3 kan stellen. En overigens is het systeem helaas niet zo ingericht dat ik steeds dezelfde boeven volg zoals Marjolein dat heeft gedaan in haar podcast. Dat zou wel heel mooi zijn als maar ik... Maar zie je een gemene deler in de gevallen die je... Nou ja, die kijk, voor een zoveelste keer terugkomen. Ik denk dat wat bij bijna iedereen speelt, is dat er ergens in het begin is het misgegaan. Dus of ze een gezonde hechting met hun ouders hebben of niet. Maar ze hebben bijna allemaal onveiligheid gekend vanaf het begin. En dus hebben zich niet leren verhouden tot de wereld. Dus ik sprak laatst een groep geestelijk verzorgers. Dat zijn mensen in de gevangenissen die mensen spiritueel begeleiden. Dus priesters, imams, boeddhisten. En een van ze zei van ja, we moeten niet vergeten dat wij buiten hebben geleerd om keuzes te maken. Dus dat is een vaardigheid die je moet leren. Iemand moet je leren dingen afwegen en keuzes maken. Mm-hmm. Heel veel van die mensen hebben dat niet geleerd. Dus er is iets in het fundament misgegaan, waardoor ze dus bijvoorbeeld met angsten kampen en naar drugs grijpen, waardoor hun gewetensvermogens verstoord zijn en ze zich niet goed kunnen empathiseren met mensen. Het zijn mensen die niet de sociale omstandigheden hebben om zich te kunnen handhaven en dan vervolgens snel de verkeerde keuzes maken. Er zijn zoveel verschillende dingen die spelen, maar ergens is het denk ik wel altijd bij iemand iets in het fundament wat niet goed zit. Ja. Dus maar een heel klein deel mensen die gewoon ontspannen en helder denken, oké, ik ga een misdrijf plegen. Dat zijn meestal ook de mensen met de witte borden criminaliteit en niet zozeer de jongens van de straat. Meneer Douw, nog even naar u toe. Bent u angstig voor die grote groep ex-gevangenen die zometeen met minder begeleiding, met minder tijd om te resocialiseren in de samenleving op straat komen? Of denkt u dat het helemaal goed komt na het invoeren van deze? Nee, ik denk dat... Kijk,
Vorige week heb ik 2 dagen gewerkt in een jeugdinrichting. Hè? Met jongeren die daar, een gesloten jeugdinrichting. Een heleboel groepjes jongeren gesproken. En wat mij enorm trof was de hoeveelheid ouders die in de gevangenis gezeten hadden. Of nog steeds zaten van die jongeren. En ik ging ook weg met het gevoel van ja, hoe ga je daar nou wat aan doen? Ja, ik denk niet door repressie. Ik denk door inderdaad ruimte en ondersteuning te geven, zodat mensen die op een of andere manier pijn hebben en dat nu afreageren op anderen, of door geweld, of door een overval te plegen, mm-hmm. of whatever. Ja, om te zorgen dat die mensen de confrontatie met hun eigen pijn aangaan en het een plek geven en dat verwerken en vervolgens dat niet meer doen naar anderen. Mm-hmm. Ja, want het is een soort doorgeven van ellende die je door generaties heen ziet gebeuren. En inderdaad, repressie helpt dan niet. Meer repressie en tegen mensen vertellen van en jij moet dit en jij moet dat. Dat werkt gewoon niet. Dat weten we gewoon dat zo is. Ik wil heel graag met jullie naar de toekomst kijken. En deze avond afsluiten met misschien een radicaal idee over hoe het anders zou kunnen, hoe het anders zou moeten. Als we even zeg maar, de dagelijkse beslommeringen, uw dagelijkse beslommeringen, die van u, even achter ons neergooien en even 10 jaar vooruitkijken. Wat zou nou een soort radicale vernieuwing zijn waarvan jullie denken dat zouden we eens moeten gaan onderzoeken in Nederland? Ik begin bij u. Ik ben niet zo ongelooflijk van de radicale vernieuwingen. Omdat ik ook geloof dat we dit gevangeniswezen al zo lang hebben dat we na moeten denken waar kunnen we het beter doen. En wat zou uw droomscenario zijn? Nou, kijk, ik vind 2 dingen belangrijk. En aan de ene kant vind ik het ook voor het vertrouwen in de rechtsstaat. Dat is een beetje een reactie op van ja, repressie werkt niet. Vertrouwen in de rechtsstaat is ook dat mensen de straf krijgen die ze verdienen. En dat zal wat mij betreft altijd een element zijn van het strafrecht. Dus dat betekent iemand die een overval heeft gepleegd, en daarbij slachtoffers heeft gemaakt en dingen heeft gedaan, ja, daar hoort gewoon een straf bij. Maar dat is al zo? Zeker. Of is dat nog niet voldoende? Nou, ik denk dat het vraagt steeds onderhoud. De maatschappij verandert ook. Sommige dingen zijn we minder erg gaan vinden, dan kunnen de straffen lager worden. Sommige dingen zijn we erger gaan vinden, dan moeten straffen hoger worden. Ja. Dus dat is 1. 2 is, en ik vind dat daar echt wel ruimte is voor verbetering. Wij kunnen er veel meer aan doen in de gevangenis, maar ook daarna, om ervoor te zorgen dat de kans op slagen vergroot. De 2 punten die u eigenlijk gaat aanpakken de komende tijd. Hè? Ja, en daar, nou ja, in samenwerking, in slimmer werken, in goed gebruik maken van wetenschappelijke inzichten op dat front, kunnen we natuurlijk echt wel mee te maken. En ik denk dat als we er nou in slagen om bijvoorbeeld recidive, wordt nooit nul. Zelfs in de landen die dat het meest goed onder de knie hebben, zit het vaak rond de 30-35%. Ja. Wij zitten op zo'n 50%. Maar stel nou dat we dat 10-15% naar beneden kunnen brengen, dan maken we Nederland daar echt stukken veiliger mee. Omdat wij zien dat heel veel van de criminaliteit gepleegd wordt door een relatief beperkte groep. Hè? Dus enerzijds die vergelding hoor ik en anderzijds ook die recidieve omlaag brengen. Je wil de criminele carrières doorbreken. Ja. Daar ligt volgens mij echt een sleutel voor. Wat zou uw vernieuwende visie voor de toekomst inhouden? Ja, even voor de duidelijkheid. Je moet reageren op het moment dat mensen geweld gebruiken of delicten. Ja. Ik heb 2 verlanglijstjes voor de komende jaren. 2 punten. En ik heb een wat langere termijn visie. De 2 zaken waarvan die ik echt heel belangrijk vind, is 1, dat we veel meer gebruik gaan maken van de talenten van gedetineerden. En we noemen dat ervaringsdeskundigen. Dat zijn namelijk mensen die zelf in de context van mensen die in de problemen komen verkeerd hebben, andere keuzes in hun leven hebben gemaakt en vervolgens een heel belangrijk verschil kunnen maken als professional om iets aan de recidive te doen. Ja. 2e punt op mijn verlanglijstje, ik heb het al eerder gezegd, is echt een veel grotere plek en betrokkenheid van mensen die familie Precies. zijn van gedetineerden. Ja. En op langere termijn, en daar zullen we nog wel wat jaren voor nodig hebben, dat is eigenlijk dat we het gevangeniswezen zo gaan inrichten als volgens de wetenschap, hè, even los van de repressie, hè, want er hoort ook wel uit de samenleving overigens vandaan halen bij.
volgens wetenschappers eigenlijk het ideale model zou zijn. En dat is... En wat, sorry, nog even. Wat is het ideale model, volgens u? Ja, dat is... Oh, dat komt nog. Dat is dat je op het moment dat mensen de aansluiting verliezen en delicten gaan plegen... Ja. Dat je ze in detentiehuizen gaat plaatsen die kleinschalig zijn... die maatwerk bieden en die in de samenleving staan. Hè? Dus het kan even goed zijn dat iemand dan heel lang niet naar buiten kan, als dat nodig is. Hè? Want in sommige gevallen moet je echt de samenleving beveiligen. Maar je gaat de samenleving veel meer betrekken bij het reïntegreren van mensen. Je gaat ook laten zien wat veel mensen gewoon echt niet zien. Want hoe kun je dat nou als burger weten? Wie dat nou zijn die in de gevangenis zitten. En je gaat iedereen de gelegenheid geven om zijn eigen weg, zijn kortste weg naar herstel eigenlijk te vinden. En uit de criminaliteit. En dat is een model wat zeg maar bedacht is door een Belgische gevangenisdirecteur, die overigens nog steeds directeur is. En dat ook nog mag roepen. Mm-hmm. Maar. Die heeft inmiddels dat een beweging geworden. www.rescaled.nl. Ja. Waar we in Nederland ook heel erg mee bezig zijn. En vorige week hoorde ik u op de radio ook zeggen... ik ben eigenlijk voor het afschaffen van gevangenissen. Ja, dat was natuurlijk spannend om te horen. Dat was natuurlijk heel leuk om dat zo te kunnen zeggen. Dat was leuk om zo te kunnen zeggen. Maar iedereen weet natuurlijk, een beetje weldenkend mensen... stelt dan meteen de vraag van ja, maar wat dan? Hè? En dat is dus, dan kom je dus op die detentiehuizen en op andere vormen van reageren. En feitelijk, als jij natuurlijk 10 of 15 jaar in een detentiehuis moet zitten en niet naar buiten mag, maar de mensen uit de buurt komen wel binnen, dan kun je dat redelijk vergelijken met de beperking die een detentie oplevert. Alleen het is veel effectiever. Dank. Disa. Dezelfde vraag? U krijgt dezelfde vraag. Wat zou er in de toekomst moeten gebeuren om het systeem menselijker te maken? Nou, ik denk dus dat wat steeds teruggekomen is vandaag en wat de beide heren ook benadrukken, een dieper maatschappelijk besef tussen het verschil tussen vergelding en preventie. Wanneer roep je om vergelding, wanneer roep je om preventie? En een beter samensmelting en een beter balans tussen repressie en vergelding enerzijds en preventie anderzijds. Dat balans wat meer hersteld wordt. Ja. En met een soort van visie voor de toekomst. En dat vraagt me niet hoe dat bureaucratisch nu geregeld zou moeten worden, want daar zou ik geen grote visie voor zijn als het kon. Maar is dat we het systeem veel minder lineair inrichten zoals het nu is. Met steeds herhalende lijntjes elke keer als iemand een nieuw delict pleegt. En een veel meer circulair systeem georganiseerd rondom het individu zelf. Waarin de verschillende leefaspecten op een vloeiende manier terugkomen en de tijd in de zittingzaal en zijn tijd in detentie een veel vanzelfsprekender onderdeel wordt van zijn leven. En ook van dat van de gemeenschap dat om hem heen houdt. Staat. En even een klein shout-out voor Changing Justice Gears. Dat is een groot project in Nederland wat opgezet is door verschillende universiteiten. Maastricht, Utrecht, Tilburg, denk ik. En Restorative Justice Nederland, waar heel innovatief nagedacht wordt over dit soort ideeën. Dus als je interesse hebt daarin, dan is dat absoluut een programma om te volgen. Mocht je meer... Herstel en terugkeer maakt daar ook onderdeel van. Ja. Stichting Herstel en Terugkeer. Allemaal tips voor als je meer wil weten, meer wil horen. En natuurlijk ga ook de podcast Buiten de Muren luisteren, zou ik zeggen, die vanaf vanavond online staat. Ik dank jullie heel erg hartelijk. Voordat ik officieel ga afsluiten, kijk ik heel even naar Marjolein. Want Marjolein, je hebt de podcast gemaakt en je hebt de hele avond meegeluisterd. Heb jij nog een laatste prangende vraag of opmerking of iets wat je hebt gemist in het programma waarvan je zegt, dit moet ik er nog even ingooien voordat we gaan afsluiten? Ik mag ook nog een vraag stellen. Een vraag mag ook. Een korte vraag. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat dit gesprek überhaupt plaatsvond, want dat was precies wat ik met mijn podcast wilde, dat dit gesprek zou plaatsvinden. Waar ik heel benieuwd naar ben, minister Sander Dekker, is, u zat vanavond tegenover twee ervaringsdeskundigen die allebei eigenlijk zeggen, wij denken dat het menselijker kan, wij denken dat het beter kan. Is er iets dat u misschien nog niet wist of iets dat u meeneemt waarvan u denkt, goh, daar ga ik me nog eens in verdiepen?
Nou, er zijn altijd dingen in zo'n gesprek waarvan je denkt, ik ga er toch nog eens even na hoe dat zit. Hè. Francie had het bijvoorbeeld over het betrekken van familie in een gezin. Ik gaf een mooi voorbeeld van Veenhuizen, waar jij denk ik veel van je werk hebt gedaan. Ik weet niet of je de ruimtes kent, of je daar Zeker. Geweest bent. Ja. Ik was daar erg door geraakt en ik vind het heel mooi hoe daarbij vaders en kinderen... Maar het is maar in 2 gevangenissen in Nederland, hè? Dat is niet in exact, elke gevangenis. Exact, maar van kan je dat nou op een andere plek ook uitrollen? Want ik denk dat dat een belangrijk element is voor als mensen straks weer terugkeren. Had u nog een laatste punt? Want u zei 2. Ook wel omdat het me dan weer aan het denken zet. Een opmerking die Disa maakte, die zei van ja... Maar soms is ook je netwerk helpt ook niet, hè? Ik denk dat we daar ook reëel moeten zijn. Niet een geromantiseerd beeld dat er altijd thuis een gezin is die voor je klaarstaat. Nee, heel veel van die jonge gasten die we binnen hebben zitten, die dreigen weer terug te komen in een omgeving waar de verleidingen om weer het verkeerde pad op te gaan, ofwel vanuit de familie, dan wel vanuit verkeerde vrienden, dan wel vanuit gasten die ze kennen uit hun verleden, heel erg groot zijn. Dus we moeten ook steeds nadenken, wat kunnen we ook daar doen om ze los te weken? Ja. Een nieuwe start betekent soms ook gewoon een breuk met het verleden. Ook op een aantal van dat soort terreinen. Ja. Kan dan verschil maken. Ja. Het hoeft niet alleen familie te zijn. Ja. We hebben het vanavond over heel veel aspecten van het huidige strafsysteem. Mag ik dan toch nog 1 ding zeggen? Heel kort en dan ga ik echt afsluiten. En dat gaat over herstel. Want daar... En ik weet niet helemaal of dat is wat Frans bedoelt. Maar ik geloof dat dat enorm kan helpen. Werken aan herstel richting slachtoffers. Werken aan het in het reinen komen met jezelf. Werken aan boete doen. Ik heb dat onlangs ook... Ik kwam dat tegen een prachtig mooi project in Canada. Waar je natuurlijk hele kleine gemeenschappen hebt. Waar sommige mensen niet... Ja, die kunnen nergens toe. Die moeten terug naar de gemeenschap waarin ze vandaan komen. En hebben soms bijvoorbeeld ernstige misdrijven begaan. Hoe daar ook gewerkt wordt, actief met hoe zo'n gemeenschap dat weer ontvangt. Dat deed me wel een beetje denken aan ook wat jij zei in jouw voorbeeld. Van het circulaire, de kring daaromheen, hoe je dat betrekt. Dus dat haal ik er ook wel uit. Ja, ik ben blij om te horen dat we zoveel verschillende aspecten eigenlijk van het systeem vanavond hebben kunnen bespreken met zoveel experts aan tafel. En ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Ik wil de mensen thuis bedanken voor het kijken vanavond. En mocht u nou meer willen weten over dit onderwerp, luister dan de podcast Buiten de Muren. Mocht u nu meer programma's van de Bali willen zien, kijk dan even op YouTube of op de Bali TV. Ik dank mijn gasten hier en ik wens jullie thuis een heel fijne avond.